Ja, Stefan, test, 1, 2, 3. Deze keer even kijken of alles klaar staat. Maar inmiddels komen de spelers het veld op hier in Helmond. Ja. Het gaat snel hier. Mede ook omdat er dadelijk 1 minuut stilte is voor een steward die kort geleden is overleden. Hans, zie ik hier links, staan. Dus daarom komen ze nu ietsjes eerder het veld op. Alle stewards van Helmond Sport staan ook op het veld om een minuut stilte in acht te nemen voor de steward die recentelijk is overleden. Goedenavond trouwens, luisteraars van Radio FCA. Waren wij even vergeten. Maar we gaan de derby vandaag. En, ja. Net voordat we deze kant op gingen naar Helmond, hadden we toch een mooie uitzwaaiactie gehad van onze harde kern, onze trouwe support. Zeker. Ja. Mooie de spelers een mooie aanmoediging gegeven om er vanavond gewoon toch aan te gaan. Dus, maar voordat we dan gaan beginnen, zal ik even de opzet nemen. We beginnen met Helmond Sport. We hebben meteen de doelstelling van Gassel. De Schoppen, Maxime de Vries, Alex van Horenbeek, Dien van der Sluizen, Jordi Thomassen, Karim Hoekimi, Lens Duikstein, Arno van Kijkenborg, Sander van Rijn, Boyd van Rijt. Nou, we gaan eerst in. We staan de EBO in het Ik dacht dat ze al begonnen zijn. De weg is volop inderdaad. Maar nu verliezen we een geval gezien en markante persoon. Gisteren hebben we op indrukwekkende wijze afscheid genomen van Hans Speek. Hans was 42 jaar als steward actief thuis en uit het verleden van ons club. Met Hans verliezen we een gewaardeerd vrijwilliger en een geweldige clubmuts die zich jarenlang heeft ingezet voor ons en ons sport. En in de afgelopen week overleed ook een van de grootste voetballers die hij ooit gekend heeft. Topscorer op alle tijden van de Eredivisie, Willy van der Kuijlen, geboren en getogen in onze stad, Helmond. Hij begon zijn imposante voetbalcarrière bij HPV Helmond en groeide met PSV uit tot een icoon. Hij werd familie en nabestaanden van Ruud Verhoef, Hans Spee en Willy van der Kuijlen heel veel sterkte toe met het enorme verlies. Helaas heeft ook Theo Lenting gisteren leven gehaald en hij is een heel op de vlak. Excuses. Op een signaal van de scheidsrechter aan te houden, verzoeken wij u in 1 minuut stilte in acht te nemen. Ja, zo, we zijn deze minuut stilte kunnen we hopelijk gaan beginnen met voetballen. Yes, en het enige wat we nog even te goed hebben is de opstelling van FC Eindhoven. En het team staat onder leiding van Pascal Maas in doel met Winkels. Achterin hebben we André Volk, Pijnenburg. Ik moet even kijken, Colin Seedorf uiteraard, Jason Bardoes. Dan hebben we op middenveld Ica Pozo, Mitchell van Rosmalen. Jens van Zon en voorin Joey Slegers, Hugo Boterhand en Jasper Daalhuis. Meester Jok van der Zanden in de opstelling. En wel een dubbel moment nu, hè, voor Mitchell van Rosmalen. Zijn opa overleden
Zeker. En een minuut stilte nu daarvoor. Dus, zeker. Een mooi moment. Toch wel. We zijn begonnen in Helmond. Het klokje mag aan. Ja, en toen trapt af. Al gaat er achteruit richting Amervoort. Amervoort Pijnenburg. Al gaat even op en neer. Ja, zo zon die rolstrijders wel voor en een prima opening zit. Waardoor de commissaire van de rechterkant op kan komen. Geeft de bal mee aan Jasper Dalhuis. Hij heeft twee man om zich heen hangen. Hij speelt nu terug naar Colin Seedorf. Zag er even dreigend uit, maar de dreiging is nog niet weg. Ik gepoot hem aan de bal. Ik probeer het al als 16 te sturen, maar deze bal wordt onderschept en niet goed weggewerkt. Want dan kon Seedorf het duel aangegaan, het duel om de bal verliest en de inbal tegen. Helmond Sport ingooien. Vanaf in de linkerzijde. Om te kijken waar hij de bal kwijt kan. In ieder geval Sluis, die staat klaar om in te gooien. Gooit de bal in. Probeert door Thomas te bereiken. Lukt niet. De overname van FC Eindhoven. Dan Hugo Boterman die even drie man bezighoudt. Uiteindelijk legt hij het toch af. De bal is nog binnen bij Helmond Sport. Maar die wordt eigenlijk meteen weer ingeleverd bij Jens Verzon op het middenveld. Anders heel erg met de voorzitter. Joey Slegers duikt net onder de bal door. Maar de bal is nu niet weg. Mitchell van Rosmalen nou aan de bal. Bij de corner vlak ongeveer. We kunnen het ook niet helemaal goed zien vanaf hier. Nee. Maar haalt er nou geen corner uit, maar een doortrap. Eigenlijk de twee plekjes die we niet kunnen zien zijn de twee cornervlaggen. Eentje bij het uitvak, wat toch weer leeg is. En de andere kant bij eigenlijk het vak van de harde kern van Helmond Sport. Yes. Ja, inderdaad, je zei het net zelf al, de Hugo Bootmans in de spits. Eigenlijk zou Joram van Kamp starten, maar die is op het laatste moment afgehaakt met een lichte blessure. Dat is toch sneu. Hij zou eigenlijk vandaag nog 90 minuten kunnen voetballen, maar toch afgehaakt op het laatste moment. Zonder afgelopen weken toch ook goed ingevallen en zijn stempel toch wel kunnen drukken op het team. Dus zeker. Goede voetballer, zeker bij Van Doorleg met zijn 2 assist. Dat ziet er wel prima uit. Is Tekken van Gezondes op de bel. Zodat zij het ook naar verder kan. Pijnenburg lepelt hem richting Slegers. Maar er zit rechtsback Boyd Rijt nog tussen. Die wordt namelijk druk van Joey. En Joey gaat hem toch makkelijk. Gaat hem toch makkelijk voorbij uiteindelijk. Met middenveld met Sander van Rijken. En met de bal terugspeelt op Van Horenbeek. Arnold Keilhoorn neemt over. Lens Duivenstein. Speelt de bal naar links. Maar Karim Lukili. Een beetje de smaakmaker toch. Bij Helmond Sport. Lukili die zal het toch een beetje moeten gaan maken vanavond. Ja, maar toch. Ik heb het doorgestuurd gekregen van Opta. De voetbaldatabedrijf. Ik heb het ook even opgeschreven in mijn notitie. Want jij zegt smaakmaker, Karim Lukili. Ja, daar wordt veel over gesproken. Ja, het is ook een smaakmaker. Maar toch lijkt zijn vorm een beetje verloren te hebben. Okay. Ja, dus in zijn laatste, ik moet even opzoeken hoor, maar in de laatste 14 wedstrijden is hij goed geweest voor 1 doelpunt en geen assist. Okay. In de 14 wedstrijden daarvoor had hij bij elkaar 8 plus 3. Nou, dan gaan we ervoor dat hij vandaag geen tweede doelpunt maakt. Dus in 15 wedstrijden. Dus ondertussen inwoner op FC Eindhoven op de middenlijn door Corrie van Steendorf. En die is aan het kijken waar hij de bal kwijt kan. Zo te zien, Hugo Boterman springt onder de bal door. De bal wordt door Helmond Sport buiten gewerkt en we krijgen er nu meer bal die ook weer door Colin gedaan zal worden. Geen ballen jongens. De ballen liggen hier gewoon voor het oprapen langs het veld. Inderdaad. En dat zijn er ook genoeg. Dus, dan heeft de Werner van Helmond het voorbereid. Dus FC Eindhoven nou met druk richting het doel van Helmond Sport. En de druk zal kort duren, want de bal is weer terug op de middenlijn bij Maarten Pijnenburg. Als Eindhoven in die openingsfase met balbezit, maar nog geen kans gecreëerd. Weer toch weer rustig op te bouwen, even kijken wat Helmond staat. Je hebt gezien. Een goede lange bal van Makka richting Joey Slegers. Joey Slegers is aan de linkerkant bij de cornervlag voor het rij tegenover zich staan. Goede voorzet, weggekopt door de aanvoerder Guus Joppen. Thomas wint die wel van Maarten Pijnenburg. Ondertussen wordt de bal alweer overgenomen via Colin Seedorf van Maarten Pijnenburg. Helmond Sport klinkt Hens. Dat de corner gewerkt worden door Boyd Rijt. We zien de Helmond eigenlijk een beetje in een soort van 4-4-2 lijkt te spelen. Ja, misschien een bal in balbezit tegenstander. Balbezit tegenstander even inzakken. Want ze spelen op papier met 1 spits met Jordi Thomas. Eigenlijk zou Jelle Roosling starten, maar die heeft ook lichte knieklachten. Waardoor hij niet fit is om te starten vandaag. Dus bij de ploeg zonder spits. Zonder eerste spits. Bal komt voor aan de voorkant. Oef, en de andere van Gassel. Die kan de redding doen daarvoor.
goede corner van Joey. Ja, goede kop, kans naar beneden. De keeper moet ook nog eventjes voor gaan. Tussen Helden Sport die de bal op de middenlijn alweer heeft, maar gaat weer achterin rondspelen. Even afwachtend, kijkend wat er gaat gebeuren. Diepe bal nu weer op Sluis. Hij geeft de bal eigenlijk voor. Kunnen we niet zien wat er gebeurt, maar Bourdouche komt hem weg. Lens Duijf zijn vangt op. Randje 16, Sander Verrijken met de bal. Geeft hem aan Boyd Rijt. Helmond Sport gaat de combinatie aan om een opening te zoeken. Kijken of weer op rechts een beetje diep te gaan. Nog niet aangespeeld en de bal gaat eigenlijk in de zon weer naar achteren. Nee, Jan Poort ziet druk coachen langs de lijn. Doordekken, doordekken. Klinkt het vanaf de Eindhoven dugout. En het werpt zijn vruchten af. Het Helmond Sport is ondertussen weer terug bij af. En de bal gaat terug naar keeper staan voor Gassen. En zo hebben ze deze tegenaanval eigenlijk als collectief onschadelijk gemaakt. Ondertussen Helmond Sport probeert weer een opbouw te verrichten. Gaat achterin de bal rondspelen. Bereikt ondertussen Maxime de Pie, die de bal alweer verliest. Maar niet zo van Rosmalen, die goed shoppen. De kans weer geeft om de bal aan te nemen. En het wordt weer een poging wagen om voor diepte te zorgen. Het is een keim dat doen ze hier samen maken, maar die nam de bal met de hand. Ja, en Makka die heeft een opstootje aangehad. Die Sander Rijk was een beetje aan het zanigen op de scheidsrechter tegen Makka. Krijgt nou ook een standje van de arbiter. Die, dus de dag zie niet meer inzetten, tens was. Nee, maar dat was overduidelijk eens. Ja, en, de bal was weg en Verrijken ging een beetje rommelen bij aangevoren. En aanvoor die pikt hem niet, pakt hem bij zijn arm en sleurde hem de andere kant op. Ja. Ja, Makka moet je niet gaan uittesten. Nee, die laat niet over zich heen lopen. Dit zeer zeker niet. Ja, maar goed ook. Mogen we namen gewoon nu zelf met de vrije trap? Nog een lange bal richting Hugo Bootmans. Dan komt hij wel aan. Een beetje verlengen richting Joey Slegers. Ja, Slegers lijkt hem mooi mee te nemen, maar dan zit Guus Jonker toch tussen Eindhoven toch met de hoge druk weer. Ja. En de bal weer veroverd door Rosmalen en Verzon. Verzon wordt nou onderuit getrokken door Lens Duivenstein. Toch weer goed doordekken. Wat is hier mee? Je krijgt die overtreding en je kan weer de opbouw starten. Ja, het hoogdruk zetten van Mona aan de voor was. Jens Verzon, Mitchie Rosmalen. Sorry, ik bedoel Jan Boogvliet. Ja. Het hoogdruk zetten. Ik denk dat je uitgevonden door Jan Poortvliet. Ja, zeker een ploeg zoals Helmond Sport die eigenlijk met één spits speelt. Daar moet je gewoon ook druk tegen zetten. Want anders wordt het lastig om. Ja, laat ze maar onderuit voetballen. Ja, inderdaad. Ze kiezen er zelf voor om verder teruggezakt te spelen. Maar goed, ze zullen waarschijnlijk wel kiezen via de zijkant uiteindelijk om via Verkuijden de diepte daarin te zoeken. Maar we zijn benieuwd of we daar tegen gewapend zijn vanavond. Ja, laten we het hopen. Kijk, met Jorrie Thomas van de spits, die heeft eigenlijk een beetje last van het niet presteren in de derby-syndroom. Die vaak als hij de derby speelt namens Helmond Sport, er komt er niks van terecht. Ook vorig jaar in het thuisduel tegen Helmond Sport miste hij een paar grote kansen. Dus, maar garanties uit het verleden bieden natuurlijk geen resultaat voor de toekomst. Nu het gezegd en misschien die ze wel weer inderdaad. Ja, dat zul je altijd zien. Maar we zullen nog niet te veel jinxen. We hebben een houten tafel. Dus we kloppen het wel eens even af. Inderdaad. Kan een kopje op. Bij sommige mensen. Ja, maar dat is haaksel. Ja, dat lijkt me inderdaad wel een prima optie. Bedankt voor het compliment. Ja, complimenten met eer wie eer toekomt eigenlijk natuurlijk. Ja, nou, Helmond Sport is de bal eigenlijk achterin rond te spelen, dus daarom hadden we even een afwijkend plaatje. Zijn ze nog steeds aan het doen eigenlijk? De opbouw nog steeds niet heel veel diepgang. En nu ondertussen lag hem al, die wordt door Maarten Pijnenburg denk ik binnen, maar dat kunnen we niet goed zien. Hij gaat de achterbal zien, dacht hij, aan Sander Verrijken. Dacht ik te zien dat hij de bal voor Maarten Pijnenburg wegtikte, waardoor het achterbal wordt. En Ruud Schinkels mag hem uitnemen. Daar zie jij niks van, Sam. Nee, ik zit heel erg een stukje in de rek. Ik denk dat we in de tweede helft op plek gaan rijden. Maar ik zie er niks van. Ruud allemaal maar goed, Ruud neemt eruit. En duel met Colin Seedorf en Dien van der Sluizen. De bal gaat vierde van Dien van der Sluizen te zijn. En Colin Seedorf mag ingooien gaan doen. We zitten ondertussen. Hij moet scoren voor in de 19e minuut, zie ik. Spoorberg kun je helemaal niet zien, zit ook weer in de hoek. Ja, nee, maar gelukkig zijn we zo innovatief bij Eindhoven dat we zelfs een klokje in beeld hebben staan. Nou, ondertussen Maarten Pijnenburg en Ruud Schinkels de bal achter een beetje aan het rondtikken. Ruud speelt
Amir voorin. Lange bal van Bakker is Jason Berdouche. Berdouche kan de bal controleren met Boyd Rijt in zijn rug. Tussen Sammer Verrijken tackelt prima op de bal, waardoor hij ontslag de bal bezit heeft hersteld. De bal nou weer terug is bedoeld om Stijn van Kassel in zijn eigen 16 het balletje bij aan. Hij gaat weer opbouwen via Alex van Horenbeek. En gaat al, speelt de bal naar links eigenlijk in. Via Lensduis. En gaat hij weer naar achteren. En de bal wordt eigenlijk overgeslagen. Maar hij laat hem lopen. En betekent eigenlijk dat Boyd Rijt ons sprintje moet trekken. Maar de bal gaat over zijn. Dus. Miscommunicatie in de defense van Helmersport. Fuchsioppen liet de bal lopen. Dacht dat Boyd Rijt die bal zou hebben. Maar hij twijfelde. Ja, af en toe ga ik even hier de lucht in om even te leunen op mijn stoel, want ik zie eigenlijk helemaal geen ritje. Jij hebt deze plek uitgekozen. We hebben toegewezen. Oh ja, toegewezen. Ik snap het pas op. Ja, inderdaad. Ook het derby gevoel bij de mensen op kantoor, dat de mensen met zijn tijd de slechtste plek te geven. Maar, normaal gesproken niet uitfactieren en boek gereden. Nee, dat is ook weer. Ja, ligt aan waar je gaat zijn. Moet je helemaal rechtsboven in het boek gaan staan, dan heb je een beetje overzicht. Ja, dan heb je een beetje last van een ontzettende hek waar er staat. Maar in ieder geval kunnen we de goals goed zien. Weer aan de bal, ooit eruit. Op team gespeeld aan de rechterkant. Keeper, Stijn van Kassel wordt daar gespeeld. Dus Helmond neemt de tijd om rustig op te bouwen. Dus Eindhoven laat zich nog niet echt uit de tent lokken. En dat doen ze op zich goed. Ze hebben ook wel weer elke keer goed druk, nu ook weer via het Zeedorf. Colin. Ja, een SNB beeld in de eerste op Avanzon. Ippon. Ja, lekker leuk. Ja, Ippon. Avanzon die komt in de rug van mijn Sam van Rijken. Blijft even liggen. Dat was een goede beuk. Ik kom nu al met Jens van Zon. Jens van Zon die torent eigenlijk bovenuit en die ging eigenlijk met windkracht 10 op de bal af en liep de buitenspeler van Helmond weg. Krijgt ook even door de scheidsrechter, wordt hij aangesproken van hey Jens, even rustig te gaan. Ja, dat weet een speler met een vraag als Jens van Zon weet natuurlijk als geen ander hoe hij een vuurtje op moet stoken en zelf uit het probleem kan blijven. De tweede keer dat Helmond de bal uitneemt en hij lag er de tweede keer niet stil. De scheidsrechter kreeg hem voor de derde keer. Dan is de bal weer terug naar Stijn van Kassel. En dan gaat hij proberen toch wat diep te krijgen. De bal van Stijn van Kassel, joh, die Thomassen. Vier onderdoor en Sander Verrijken levert de bal in bij Zo. Ja. Mouna aan, sorry. Helemaal scherp. Diepe bal van Ruud Zwinkels probeert Joey Schlever te bereiken, maar die schoppen zat ertussen. De bal op de zijlijn te werken. Jason gaat voor de inman. Ja, inworp voor Eindhoven ongeveer op de helft van Helmondsport. Dus Marusje gooit hem terug op Maarten Pijnenburg. Marusje krijgt de bal terug. Ik zie daar in de chat Go Helmondsport. Ja, die moet maar even ergens anders in slaan. Het is nog niet echt Go Helmondsport op dat moment. Dus Joey neemt over de zijkant van het kiepstuk. Door de benen bij Boyd Rijt. Boyd Rijt gaat aan zijn nek, maar Slegers houdt er twee man bezig. Vervolgens de voorzet. Boterman die net onderdoor gaat. Dalhuis die tikt hem eigenlijk aan, maar raakt hem niet goed. Probeert hem nou te herstellen met een mooie beweging. Twee man van Helmersport in zijn nek hangen, maar Jasper Dalhuis wint het duel. Jasper Dalhuis moet uithalen met links. Schot wordt geblokt door Maxime Demy. Maar het gevaar is niet geweken, want Helmersport verdedigt eigenlijk niet pas uit. De bal bleef een beetje hangen. Ook nu hoorde je weer Jan roepen, doordekken en druk blijven houden. En dan zie je Ike Poker in druk zetten en we hebben de bal weer. De bal is weer terug. Ja, prima. Dus Ike Poker nu zelf met de bal bezit. Wordt omver gelopen door Maxime Demy. Geen overtreding volgens de scheidsrechter. En de bal via Stijn van Kassel in de lucht ingeschoten. Die bal gaat niet over de zijlijn. Aan de voorhoud hem binnen. Speelt Seedorf in. En nu wel in Worf Rijntover. Colin Seedorf gaat een ingooi nemen. Ongeveer bij de helft van onze sport met Mitchell Hosma. Een mooie actie. Twee man erin. En nou een vervolg. En dat vervolg is niet al te best. Echt een grote kansen nog niet gezien in de eerste 15 minuten. De betreding van Zuidstein of Jens van Zon. Even een tikje op de enkel.
Het enige kansje wat we nou in het eerste kwartier gezien hebben is dat kopballetje van Amavor wat vanuit de corner kwam. Ja, het staat alweer, neemt gelijk de vrije trap, speelt er dan weer vooraan. Achterin is rustig aan het kijken waar hij de bal speelt, de bal diep op Nieuwe Boetemans. Gaat hij wel niet aan, maar de kopbal komt bij Colin Seedorf uit, die aan de zijkant eigenlijk probeert door te breken. Heeft Bukini in de rug zitten, probeert er een corner uit te halen. Ja, dat lukt helaas niet. Simpel over de zijlijn. Ik had het idee om tegen Bukini aan te spelen, maar... Ja, dat geeft hij niet door. Nee. Nou, Stijn van Gassel legt hem alweer om uit te nemen. Hij stuurt zijn verdedigers naar voren, dus gaat de lange bal worden. Richting Thomas, die uitgeweken is, maar die duikt hem maar weer eens een keer omhoog. Achterin Maarten Pijnburg aan de bal. Probeert gaat over de middenlijn heen, speelt de bal naar links naar Jason, die het verder doorgaan is. Maar dat is een ontschepping van Verrijken. Ja, zat er goed tussen. Ja. En, maar in plaats van de bal naar voren gaat de bal weer terug en dan sport is op de eigen defensieve lijn een beetje aan het rondtikken. Toch afwachtend, toch wel een beetje van beide zijden. De wedstrijd moet nog echt op gang komen. Hier aan de rechterzijde van Kijkom die door is, speelt de bal naar binnen naar Thomassen. En een schot dat via Mark Pijnenburg door zijn aanraking overgaat en corner voor Helmond Sport. Ja, een goede ingeving van Maarten Pijnenburg. Die bal die leek zeker richting de Horace Winkels te gaan. Ik denk dat de straal nog goed tussen zat. Dat was misschien meer dan een corner geweest. Ondertussen, we kunnen niet zien wat er gebeurt in de corner. Lijkt op een korte corner te worden. Ik zie Lukini staat erbij en ik dacht die van de sluis. Moet verboden worden. Ik kan het niet zien. Ondertussen staan ook Jason en Iker erbij. Maar het wordt toch een lange corner richting eerste paal. Seedorf werkt weg. En dan komt de bal bij Jason de ruzie weg. Maar speelt eigenlijk in de voeten van Lukini. En de bal zit op de rechterkant. Waar die van de sluis nog eens blijft hangen. Jordi Thomas is wel rijk bij het spel. Maar was het niet gevlakt. Want Ruud Swinkels kon goed redden. Ondertussen is het gevaar nog niet geweken. Want Helmond Sport heeft de bal nog steeds in bezit. Is het wel op de middellijn, maar dat was een goede redding van Ruud Swinkels. Ja, zeker nodig. Bij de korte paal, Jordi Thomas, die bal toch misschien maar binnen had kunnen schieten. Nou, Ruud Swinkels met een mooie, met zijn voeten eigenlijk in de bal kreeg. Bukili aan de rechterzijde zet voor, probeert ook een Thomas te bereiken, maar de voorzitter tussen en wordt een corner. En het eigenlijk het eerste moment van de wedstrijd dat we helemaal spoeg echt de druk naar voren gaan opvoeren. En tot nu toe... geen goals, maar wel doelgevaar wel. Ja. Nou, doelgevaar namens de helpen dus ook. Gelukkig kunnen we deze corner wel allemaal zien. Ja, die is er laten zien. Lukini lijkt hem te waarnemen. Met Dien van der Sluis ook weer erbij. En voor FC Eindhoven staan Inca Pozo en Jason Redoux klaar. Om eventueel de korte corner aan te vallen. De bal gaat lang. Nee, gaat niet lang, wordt teruggespeeld toch eigenlijk. Eiken die naar binnen dribbelt en op de doel aangaat en met een puntertje probeert te schieten. Maar Maarten Pijnenburg zit ertussen en wederom een corner. Ja, Helmond Sport houdt het druk. Ondertussen wordt er in onze linkerhoek een paar rookbommetjes afgestoken. Ja. Sport van Helmond Sport gooi even wat pyro naar binnen. Maar er is ondertussen al een stuurrij die de rookbommen alweer weg aan doen is. Nou, en ook achter de goal nou een beetje vuurwerk. Ja, dan gooien ze ook weer de rookbommen naar binnen. Ik zou zeggen, staken nooit meer voetballen. We hebben het SLO zonder gevoel. Niet de ene of de andere sport. Wordt geroepen voor een hensbal. Ook nog een hensbal. Het is even alle hens aan dek letterlijk bij niet over. Ja, absoluut. Dit was een prima mogelijkheid van de helm. Om toch wat druk te zetten. Ondertussen de veiligheidscoördinator in paniek. Want er ligt vuurwerk op het veld. Een rookbom op het veld. En vanuit de kant van Stijn van Gassel. Komt het op het veld? Ja, komt het op het veld. Dus ik zie de bal al hangen. Dan gaat het fluitje dadelijk komen. Want, ja, inderdaad. Alle spelers lopen richting de middenlijn. Er zijn al wat spelers die ook al in zijn oog aan het wrijven zijn. Dus ik denk dat we de wedstrijd heel even zullen stoppen. Ik denk niet.
En ik kon even wachten. Ja. Ik zou niet staken horen, het vuurwerk is ook alweer weg. En ja, ik hoor eigenlijk niemand meer. Dat kwam met mijn bombardier aanzetten. Maar het vuur is gedoofd, letterlijk. Ja. We staan klaar voor de corner. Maar ze waren toch wat minder fakkels als bij ons vertrek. Zeker, altijd die vergelijking maken in een derby. Hè? Nou, dus even kijken wat er gaat gebeuren met deze hoekschop. Net zo vaak als die net. Lange corner, aan mijn voor kopt hem de lucht in. Iker Pozo wil hem dan verlengen, maar verliest het duel van Lucchini. Abeldoes weet het. Oh, een mooie break van Joe Schneegers. Oh, Jezus, kijk wat een overtreding. Haalt heel zwaar onderuit. Aangeslagen naar de grond, geen kaart, opvallend. Scheidsrechter laat al veel ja, toe. Ja, hij gaat, nee. Hij lijkt de kaart te gaan pakken. Hij houdt ze toch een beklaagd zich ook. Het gebeurt wel vaker natuurlijk. Jens was soms wel beklaagd bij de scheidsrechter. Maar opvallend dat hier een kaart gegeven wordt aan een verkeiliger die eigenlijk een aanslag in huis heeft op de benen van Joey Slegers. En dat willen we niet hebben. Nee, zeker niet. Want het is Eindhoven in balbezit. Ik heb Pozo. Ontwijkt ook een sliding van Maxime de Bie. Nou, Lucchini makkelijk voorbij. En dan druk ik de Zessing en kan een aan spelen. Je zet voor op Jasper Dallhuis. Dallhuis zit erin! Nee! Katson! Oh, pardon. Godverdomme, ik denk die zit erin. Oh, in het zijnet. In het zijnet, ja. Ja, dat zijn toch... zullen we dan maar zeggen dat dat de plekken zijn. Maar dit was wel de grootste kans van de wedstrijd tot nu toe. Jij moet wel even piepen die bal. Op het moment dat die bal in zijn. Ja, maar voetbal is passie. Een beetje dat vuurwerk, daar hoort erbij. Een beetje schelden over en weer hoort er erbij. Zeker in zo'n wedstrijd tegen Helmond Sport is het toch wel mensen. Ik moet zeggen, normaal gesproken, vanuit het uit van morgen. Ja, ja morgen krijg je veel meer. Ja, absoluut. Ja, gelukkig zijn we geen katholieke voetbalclub. Dus dan is dit voor. Ondertussen Jordi Thomas, die de bal niet probeert te spelen naar Lenshuis. Mocht er zomaar luisteren, zeg ik wel. Jason gaat de bal naar. Ruud Winkels kijkt weer terug naar de Pijnenburg aan de bal, speelt Joey Slegers aan. Dan gaat de naam even weer en nou gaat het opstootje met Pijnenburg en Jordi Thomas. Want Jordi Thomas ging eigenlijk, toen de bal onlang weg was, ging hij nog door op de benen van Joey Slegers. Hoorde het echt kletsen op zijn schermscherm. Maar de scheidsrechter heeft daar, we gaan gewoon voetballen jongen. Ik beslis. Ja, de scheidsrechter laat veel toe tot nu toe. Het belooft nog wat. Ja, nou ja, brengt misschien wat in de wedstrijd, hè? Qua felheid en qua leven in de brouwerij. Mag best bij een derby, hè? Zeker. Zeker als er geen supporters bij zijn. De laatste jaren hebben we nogal tamme derbies hier meegemaakt vanuit Eindhoven zijde. Dus hopelijk vandaag uit een ander vaartje. Tussen Jasper Dallhuis aan de rechterzijde probeert actie te maken met zijn linkerbeen voor te zetten. De schot wordt geblokt of de voorzet wordt geblokt. Komt bij Ander voor te komen. Die komt zeker nog aan het spelen. Mooie combinatie. Hoe namen we volgende richting het doel van Van Gastel? Heeft de bal aan Dallhuis. Krijgt hem met een gelukje. Of met een gelukje. Krijgt hem nog mooi mee. En zet hem naar voren richting Boterman. Zijn Boterman met zijn rug op het dak van het doel. Zonder dat hij inderdaad wegdraait. Ja, nou weer het tweede gevaarlijke momentje van Eindhoven binnen een paar minuten. Nou op het dak van het doel via de rug van Hugo Boterman. Het is toch opvallend om een naam voor daar aan de rechterzijde erop kon komen en de voorzet in huis had. Ik zie overigens daar in de hoek wat gele jassen. Bekende gele jassen. Bekende gele jassen. Zelfs, dat zijn niet die van Eindhoven, want zelfs Eindhoven heeft vandaag met 4 of 6 man sterk. Ja, dat is ook ongekend. Hens van Keiligom, maar nog niet gefloten. En Boyd Rijt gaat dan weer duel met Joey Slegers. Wint hem. Maar vervolgens geen echt goed vervolg in huis. Krijg je net een opmerking van Leon Kantelberg. Van waar zijn onze blauwe truien? Oh, overtreding van Jason op. En is dan wel geel. En daar geeft hij dan wel geel voor. Ja, zegt hij. Optelsommetje. En jij bent de eerste. Nou, optelsommetje had ook op de benen van Joey Slegers gemaakt kunnen worden. Absoluut. Maar. Ja, een meter of 30 van het doel aan de zijkant een vrije trap voor de sport. Maar die blauw-witte trui, ja, Stefan, waar zijn ze? Ja, zijn onze jullie blauw-witte trui kreeg ik te horen. Maar ja, de jassen hebben hier hangen. Maar het is nog even een lekker temperatuurtje. Dus tweede helft denk ik dat wat vast is. Tweede helft gaat het jasje wel aan. Maar de eerste helft kunnen we gewoon uitzitten zonder probleem. Met het lentezonnetje in de rug eigenlijk. Want we hebben hier... daar zit je koepels achter. Dus dat is wel lekker warm op het rugje. Goed, ondertussen vrije trap, Helmersport, Lucchini en van de Sluis staan klaar. Dus een tweede linkspoort, rechtspoort. Het lijkt Lucchini te worden, die de bal met zijn rechterin slingert. De bal van Maxime de Bie, maar Ruud Swinkels kan hem makkelijk vangen. Swinkels met de hervatting, richting Joey Slegers.
ging iemand voorstellen dat die boven Winkels niet de lucht in ging, maar een keer de grond bereikt wel Joey Slegers. Had de scheidsrechter nog over kunnen Ik denk niet dat hij ervoor gefloten had. Nee, ja, vorige week gaf hij geel voor Rasmussen van Jong Ajax. Dus niet Rasmus Christus. Ja, of Christian Rasmus, even van de tech. Mijn vriend in ieder geval, maar daar gaf hij toch heel veel scheidsrechter voor vorige week. Zie ik dat ik nog online ben, maar even vast een beetje, ik heb net Hugo Gruijters gesproken. Oh jee, dat is meestal goed. Hij zou morgen fluiten, zei hij. Ik hoorde dat hij toch wel weer een penaltytje gaat weggeven. Die spelen morgen dan? Ja, onder 17, onder 18. Leuke pot. Misschien wel even een kijkje 12 uur? Misschien een kijkje nemen. Ligt eraan morgen de planning is met de training, et cetera. Dat is allemaal afhankelijk, denk ik, van wat er vandaag op het veld gebeurt. Ondertussen, als we via hun shoppen achterin de bal rond aan het spelen, Boyd eruit aan de bal. Op de bal naar Lucchini, die nu op de rechterzijde speelt. Maar diep voor Jordi Thomas, maar de bal kruipt ervoor. Speelt Maarten Pijnenburg aan in de hoek. Nu zien we even niet wat er gaat gebeuren. Maar het was zoals een corner. Ja, dan sport hij de druk blijft zetten richting het doel van Eindhoven. We gaan weer twee spelers van Helmondsport natuurlijk. Dus, of de korte corner of toch de lange corner. Ook weer twee van Eindhoven staan. Ja, maar ik straks deze corner doen, want ik zie het niet. Ja, ik zie het niet, dus ik maak er gewoon iets van. Ik denk dat moet TV beter zijn. Dus we zijn aan het kijken. Het is. Een korte corner is er genomen. Lucchini die zet voor. Duur van de shoppen. Hij trapt FC Eindhoven. Ja, moet gaat de bal nemen. Ja, ondertussen Helmond weer gelijk de formatie achterin op orde zet. Het is ook begonnen met het hoog druk zetten op FC Eindhoven. Ja. Interessant in de tegenstoot voor de rest van de wedstrijd. Beide ploegen nu echt maximaal hoog druk zetten. Toch van we zitten in de 28e minuut, dus er mag wel wat vuurwerk komen buiten de rookbommen die we gezien hebben. Maar, ja. Het is Rosmalen op middenveld met de bal, samen met Pozo. Mooie chip van Rosmalen richting Seedorf. Nou, de rechterkant kan erop komen. Voorzet van Seedorf. Richting 16 mocht er een boord rijden. Ja, ik kan op zijn kop tegen. En dat scheelt enkele centimeters. Jasper Dallo's die vanaf een meter of 10 met zijn punt van zijn linkervoet probeert. Alleen de bal gaat net naast via een been van Helmondsport. En dan komt er snel terug zijn Eindhoven. De tweede grote kans van Jasper Dallo's. Corner FC Eindhoven. Kom die bij. Keiler heeft uit. En Bordouche staat er de bal op te wachten. Middellijn, de bal tot de Rutschwinkels. Nu even rustig kijkend. Dalos gaat diep, wordt verlengd. Nou, verlengd eraan. Volgende is buitenspel van de Bootmans. Maar het kan maar doorgaan. Helmond schroeft de bal bezit. Ja, hoort van. Dat is de jongen aan de bal. Ja, het is verrassend aan de bal. In principe spelen ze toch wel te lange bal, dus dan maakt het niet uit waar hij heet. Ja. Helmond Sport in de opbouw. Blijft een beetje rondtikken. Zijn het over blijft wel druk zetten. We zouden de lange bal afdwingen van Gassel. Op Kilian duel met Bordouche. De laatste nummer komt er als winnaar uit de strijd. Laat de bal uitlopen voor een ingooi. Ja. Schermt de bal goed af. Ingooi op zijn Eindhoven. Jason staat klaar om te gooien. Wat beweging met Jens en bij Joe Sneeuws, Maarten Pijnenburg. Maar het duurt nog even dat hij gaat ingooien. Sneeuws op de Pozo in. Lange bal van Rijk die in niemands land is. Dat is uiteindelijk voor Ruud Zwinkels. Gewoon blind naar voren. En Ruud speelt met zijn Rosmalen in. Rosmalen met de opening richting Bordouche. Schop beschermd af. In wil ik ingooien voor Helmondsport of snel zijn overgenomen. Maar Eindhoven blijft ook de druk zetten. Het is Sander Verrijken bij de eigen cornervlag. Beetje vastzetten in de hoek. Vastzetten of zon. Verzon, James van Bordeaux en Hugo Botermans. Uiteindelijk is Emo van Helmondsport ongeveer ter hoogte van de kwal. Ja, die zie jij dan weer, ik niet. Ja.
wachten eventjes tot we weer iets aan zicht hebben. Ja, die hebben we inmiddels. Ja. De bal is van Roosmalen, die komt de bal terug op aan, bijvoorbeeld, zoals ik het eerst zo gezien heb. We staan ja door wat goed van Swinkels. Geen duel verder op de bal. Maar goed, we blijven wel op zit. Vanuit de bal van Elsport. Balletje van Dallo, Bozo! Gaat om de keeper heen, speelt en hoe in het zijn de bal in zijn net. Dat is jammer. Jammer. Te ver naar buiten gedrukt aan de rechterzijde. Het is te moeilijk getooid, deze aanval. Ja. Maar helaas eindigt hij in fijn net met een poging van Iker Bozo. Mooi bal is veel spelers te spelen. Voetbalintelligentie. Ja, jammer. De keeper toch iets te ver naar de rechterzijde. Ondertussen wordt er wat op de reclame worden geslagen. De boekpersoneel moet zijn weer wakker. We zijn nog niet weggejaagd naar het afsteken van de rookbommetjes bij het stadion. Maar er hangen nog wat rond. Zou dat van die bolletjes zijn geweest? Waar je een feestwinkeltje kan kopen? Dat is wel iets groter. Iets groter? Ja. Helemaal op als je een eind over wilt zeggen, hé, Hans. Ik hoop natuurlijk zo dat het onze banden zijn. Ja, ja, ja. Dan wij de bal op zich door. Ondertussen maakt Pijnenburg aan de bal achterin. Wordt eigenlijk helemaal vrijgelaten in de opbouw. Kan rustig kijken. Alweer wordt aangespeeld. Er is eigenlijk veel ruimte voor hem. Hansport zakt echt wel ver in. Nou, Mark kon hem meegeven aan Dallas. Ik kies toch voor het simpele moment op Volzon. Die vandaag weer een nieuwe hondenslof aan heeft. Ze zijn vandaag slacht met roze. Verzon die er nog over houdt om te wisselen met zijn voetbalschoenen. Het is goed op over het feit dan. Maar Pijnenburg, met zijn Rosmalen. De bal rustig aan, Eindhoven combineren. Opzit houdend, kijken naar het gaatje waar de mogelijkheden liggen. Maar ondertussen is het toch de bal rotspelen. 32e minuut ondertussen. Bijna de 33e minuut en Colin Seedorf aan de rechterzijde wordt weggestuurd. Goeie voorzet. Niemand erbij helaas. Weer Jasper Dahlhaus die toch wel weer een kansje zou kunnen krijgen. Maar wordt toch ook weer naar buiten gedrongen. Een paar keer toch Jasper Dahlhaus die de tweede bal te pakken heeft. Zeker. Deze voorzet van Jasper is minder. Duivenstein met een halve omhaal en de peer naar voren. Maar dus weet hem weg te komen. Alle helmen sport nou weer terug bij af is. Rijdt uit deze bal nog binnen. Ondertussen Jan Poosvliet weer de coaching om druk te zetten. Die ook weer druk zet op de keeper. Toch sneller moet handelen daardoor. Eigenlijk alles buiten Maarten Pijnenburg op de helft van FC Eindhoven. Link op een inworp van FC Eindhoven. Maar ik heb van Helmond gegeven. Wat er alles van weg inderdaad. En de inworp voor Helmond Sport aan uw linkerzijde. Overwege hun eigen helft. Probeert wat metertjes te smokkelen, een paar stapjes te maken. Lens Duivenstein terug te halen. Stijn van Gassel. Boot Rijt inspeelt aan de rechterzijde. Het is wel een beetje verplaatsend. Maar goed, hij heeft gezet toch weer een beetje vast. En er heeft geen andere mogelijkheid om weer Stijn van Gassel in te spelen. Die inzakken naar Duivenstein aanspeelt. Plaatsen van de linkerzijde. Krijgt de bal weer terug. En de bal gaat weer achter. De ronde via Kusjop, waar die nu terecht is gekomen. De rechterzijde, mooi rijdt. Opnieuw weer een helemaal sport afwachtend. Hopen dat Eindhoven toch eens een keer echt gaat uitstappen. Ja, Eindhoven zit ook druk, maar blijft toch de organisatie goed houden. Waar er eigenlijk weinig ruimte komt voor helemaal sport voorin. Dus ondanks de rondtik op middenveld, wordt hij toch vaak de lange bal gehanteerd. Zullen we kijken. Combinatie aan met Lukili en Duivenstein. Helmond Sport op meters 40 van doel met balbezit. Lukili probeert het Rijt te bereiken, maar zat Joey Slegers tussen. Uiteindelijk komt hij bal toch bij Rijt terecht. En Lukili wordt weer aangespeeld in het centrum. Het speelt Lens Uitstijl. Bereikt van Keijler op. Doe de bal naar boord Rijt. Hij geeft hem voor. Maar wordt de Eker Pozo weggewerkt. Joey Slegers er naartoe. Maar hij had iets sneller kunnen reageren op de bal. Even kijken om. Halverwege de helft van FC Eindhoven speelt de bal diep. Maar. Die gaat achter, denk ik. Holtag. Ja, goed gezien. Een reactie van een medespeler te zien. Ja. Die als Ruud mag de bal weer gaan uitnemen. Dan is het weer terug. Ja.
houdt nu eigenlijk drie man achterin tegen drie van FC Eindhoven. Seedorf wint het duel van Kili. Is nog niet van de buitenspeler af. Ja, dat speelt zich prima. Uit. Eindhoven speelt zich eigenlijk goed. De bal aan de andere kant is het geval. De bal nog niet zo loswaarder. Probeerde eigenlijk de bal aan de andere zijde te verplaatsen naar Jason, maar dat ging even mis. Dus een bal halverwege de helft van FC Eindhoven door Helmond Sport. Van der Rijk staat klaar om te gooien. Ook hier zie je er niks van. Nee, ik laat het gewoon gebeuren. Het is, ja. Bereikt Jordi Thomas al terug kan tikken naar verkijken. Jason zit er nu tussen. Want over de zijlijn wordt hij met ingooien. Duivenstein krijgt een duwtje van Maarten Pijnenburg. Is denk ik nog iets van een minuut geleden. Staat gewoon op, man. Zit Pijnenburg. Ik vind dat er weinig aan de hand was. Ik moet zeggen, ik heb heel overtreding eigenlijk opgemist. Ja, duwtje. Niet zo schrift wel. Maar goed, ook in die is nog klaar om een vrije trap te nemen. Die van de sluis komt er nog eventjes bij. Misschien dat die nu een indraai nu bal gaat geven. Misschien is ons de beurt toen. Dat is nou een geel, hè? Ja, alweer. Dus, Lukini weer. Duivenstein kopt. Bal komt bij Jop terecht. Die cornervlak staat. Speelt van Keilegom in, randje 16. Ik ga terug naar Boyd Rijt. Laat de spelers allemaal verrijken op middenveld. Ondertussen toch alle spelers halverwege de helft van FC Eindhoven. Dus Helmond drukt ook wat over. Helmond Sport zoekt meer momenten. Ja, ik wil niet groot om op snelheid uit te breken. Joey Slegers weg, 4-3. Ondertussen, Joey Slegers gaat er langs, wel aan. Ja, wordt vastgehouden op de hoek van de 16. Wordt eigenlijk onderuit getrokken. Dan mag je toch best wel verfluiten. Ja, een beetje een wazige pot fluit nu toe. Laten we aan de ene kant heel veel doorgaan, aan de andere kant geeft ook gele kaarten voor overtreding waar die minuut eerder al niet van floot. Maar we zijn weer ondertussen wel gewend aan de keuken. Ja, Keile Gomma aan de linkerzijde, de keuken is op rechts gebleven. En de bal wordt achterin rondgespeeld. Rijken, Lissander Rijken, die speelt een keuken. Lukini gaat de bal naar achteren en de bal gaat lijken naar Huskoppen, ja, of gaat naar Huskoppen terug. De bal wordt verplaatst naar de andere zijde. De linkerzijde probeert Helmond nu doorheen te komen, diepe bal door de Thomas. Die valt eigenlijk tussen Jason en Maarten Pijnenburg in. Maar de bal wordt via Jason teruggekopt op Huus Winkels, die de bal uit kan rollen naar Jason Verduus, de linkerzijde. Eens kijken of je Joey Slegers kan bereiken, maar Joey stond even de andere kant op te kijken. Dus hij had een mooi lijn overgenomen. Misschien wel een diepe bal pakken als je hem op onze voeten. Je verdedigt het Eindhoven met drie man erop. Opnieuw een aanvaller met een stevige tackle op de bal. Geen goede bal. Jason gaf het aan en Joey van gaan, maar hij raakte niet goed bal. Ja, over de zijlijn. Dat is helemaal op voor Hammelsport hier, Guusjop. Die eigenlijk van een Horenbeek bereikt. Duivenstein. Keilegom. Wordt overgenomen door Jens Verzon. Die de bal probeert een beetje te spelen op Hugo Botermans. Dat lukt niet voor Joey aan de bal. Joey Slegers. Ja, gaat langs voor Keilegom. Geeft hem voor met zijn linkervoet. De bal wordt helemaal verkeerd geraakt. Bereikt Daskadala via Polisego voorin en de bal blijft er even hangen in de 5 meter gebied, maar Van Gastel heeft meteen aan de klem. Een gevaarlijke voorzet. Bal in bord te schieten. Ja. Gevaarlijk balletje van Colin. Die hem hard voorzetten. Half hoog. Ja. En weer om de ballen zijn. Tussen nog 6 minuten op de klok. In deze eerste helft stand nog steeds 0-0. Nou, dan zal daar niet meer dan een minuutje bij komen, denk ik. Ik verwacht het er niet. Rolsport nog steeds proberen de opbouw. Via Van Eyck lijkt er wat ruimte te zijn op middenveld. Het speelt Boyd Rijt in. Kili maakt het veld breed. Wordt aangespeeld. Kan rustig op de ribbelen. Jason wacht even af voor de actie. De actie komt naar de rechterzijde.
Jason zit daar bovenop. En de bal komt eigenlijk via Lukili bij Maarten Pijnenburg. Die hem eigenlijk weer terug in de voet speelt. 1-2 tussen Lukili en Pijnenburg. Wat toch eigenlijk niet hoort te zijn. Maar goed, de bal gaat via Verrijken weer naar achteren. En bij Van Hoogbeek die probeert op te dribbelen. Crossbal op de opgekomen rijdt. Maar niet goed weet, komt via Kelly Slegers. Met de bal weggewerkt. Maar Hamsport blijft in balbezit. Bouchoppe speelt achterin. De bal werd weer cross gespeeld op Lukili. Een strakke bal. Ja, nou, Jason staat erbij. Actie weer van Lukili die met zijn linkerbeen de bal voorzet. Aan de voorwerkt weg. En via Pozo bereikt de bal met Slegers. Eigenlijk een beetje nonchalant daar nu aan het spelen is. Maar best wel wat scherper van Joey. Tenminste, voorzitter, niemand mag condenseren of kunnen pakken. Nog heel veel ruimte voor zich, hè? Zeker. Meters maken naar voren. Eén tegen met de tegenstoot. Zedorf houdt dat in. Ja. Speelt wel terug en naar zijn snelheid eigenlijk uit. Ik heb Pozo wel toch wat ruimte daar in het midden. Hij had aangespeeld kunnen worden om de snelheid erin te houden. Maar we kiezen er toch voor om te controleren. Tempo een beetje op dit moment uit de wedstrijd. Ja, zeker. Het is maar een beetje traag momenteel wat er gebeurt. En ondertussen merken we dat het ook wat frisser wordt. Zeker. Ik heb Josje al klaar liggen. Ja. Die bal van Verzon. Als fluit hij. Is wel lekker. Deze tackle leek op de bal. Maar, ja. Of het idee dat hij de bal raakt. Ja, misschien allebei. Wel. Nou ja, goed. Als hij ze allebei raakt. Dan ligt er aan wie het eerst raakt. Ja. Rudien van de Sluis, de linkerzijde van Helmsport, ondertussen moet hij weer gewisseld met Verkeiligom. Dus is weer aan de linkerkant een beetje geposteerd. Verkeiligom speelt de bal terug. Moet jullie de bal weer komen halen nu in het middenveld. Komt van Eijk aan, wordt overgenomen door Maarten Pijnenburg. Nou, we hebben misschien zin om niet over als opschieten. Pijnenburg moet opschieten. De bal aan Joey Slegers van de zijkant. Probeert eruit voorbij te gaan. Pijnenburg stookt het vuur nog maar eens een keer op. Dat is toch een vorm vandaag. Als het neerkomt of het aankomt op opstootjes. Maar dit moet nog even Eindhoven op de helft van de kant. Dus Marus kijkt als opties zijn. Genoeg opties voor hem. Mag gaan naar Botermans. Ja. Matig verlengd. Ondertussen mijn jasje aangedaan. Speciaal voor de kant van mij. Ja. Die bal van Pijnenburg op Zeedorf, die open aan de andere kant van het veld. Als Padella heeft met de bal teruggedwongen door Dien van de Sluis. Die bal weer terug aan voor de middellijn. Die Verzon weer inspeelt. Verzon misschien een voorzet. Leek inderdaad de voorzet te geven, probeerde hem een chipje mee te geven aan Zeedorf. Maar via speler van Helmond Sport de bal uiteindelijk weer bij Hoene aanbevolen. Maarten Pijnenburg speelt Jens van Zonne en die meteen Jason Marus aan de linkerzijde inspeelt. Joey Slegers en Jason gaat er overheen om toch wat ruimte te creëren. Jason krijgt hier een beuk van Verrijken, maar de bal komt uiteindelijk weer bij Slegers terecht. En dan en via Gies, mooi rijdt, over de zijlijn in op Eindhoven. Ter hoogte van de 16 van Helmond Sport. Nu moet jij het overnemen, want die zie ik niet. Ja, die wil ook gaan terug naar Van Rosmalen. Ja, nou die hebben we ook weer terug bij aanbevolen. Dus nou weet je ook wat er gebeurt. Kijk. En ik denk dat ze ook niet te veel actie in die hoeken gaan doen, omdat ze weten dat wij het niet zien. Ja, maar terecht ook. Maar de rest was eigenlijk een beetje, valt eigenlijk stil. Ja. De laatste 10 minuten weinig. We hebben niet gezien dat die jas aan is, dus nou gaan we scoren. Doe ik hem ook aan. Ja, dan gaan we twee keer scoren. Als dit het geluk van Leon Kantenberg is, dan gaat het jasje gewoon weer aan. Dan gaat het jasje aan. Ja, oh. Vond ze dat ik even door te schieten? Ja, ik door te schieten, niet op lopen. Jasper Paalloos was misschien net even iets verder dan als we dachten. Dat was het beeld was, maar met Stijn verrast. Die bal ingooit naar Duivenstein. Lastige bal om vandaag te hebben. En via Jasper Paalloos de bal in de zijkant. Duivenstein roept naar verrassing van, is dat nou voor een bal? Dat was ook een moeilijke aanname, dus... Daar kun je dan ook wel als FC Eindhoven er wat druk op zetten om die bal af te pakken. Inborg voor Helmond Sport aan de linkerzijde halverwege hun eigen helft. Ondertussen hebben we nog een minuutje zo ongeveer op de klok.
en lijkt de wedstrijd richting de rust op de 0-0 af te stevenen. Maar misschien dat Helmerspot nu via de rechterzijde of via Keijnvorm eruit kan komen. Trek naar binnen toe. Speelt Duivenstein aan, die de bal met de rechtervoet probeert binnen te schuiven. Maar stond er onderhoog druk van Jensen Zonde in de buurt. Was. Zij moest hem eigenlijk wel in één keer schieten, want anders was de bal voor Jensen. Meetje of 5-6. Nou, 1 minuut extra tijd. Nou, de laatste minuut. Misschien dat het mogelijk is voor Eindhoven, maar ik verwacht eigenlijk niet gezien het spelbeeld van de laatste rustig aan. Zo kennen we hem ook. Zeker hier in Helmond. Geliefd, hè? Krijgt zeker in de tweede helft, als hij aan de zijde van de fanatieke sport van Helmond Sport staat, regelmatig muntjes aansteken. Dus eigenlijk alles wat gegooid kan worden, krijgt Ruud Swinkels meestal. Ik vind het wel goed dat ze weten dat Ruud aanstekers verzamelt. Dan kan hij toch elke keer zijn verzameling thuis weer uitbreiden. Zeker. Dat na al die derby's die hier gespeeld heeft. Ik heb begrepen dat er ongeveer 1500 heeft staan ondertussen. Ja, nou, al die deurmuziek die gehad heeft, dan moet hij wel flink wat aanstekers verzameld hebben. Wel prettig dat ze zo aan Ruud, denk ik, toch wel geliefd hier in Helmond. Ja, en het is rust. Ja, het is rust hier in Helmond. We gaan maar even een plaatje draaien en dan zien we een kwartiertje van elkaar over 15 minuten weer terug. Thank you.
Yeah.
Sander. Welkom terug. We gaan wisselen op het stadion voor de derby. Helmond FC Eindhoven. Ik ben net alsof ik op de kermis zit. Ik heb nog wel een mop over de kermis. Maar, Nee, want we gaan naar de wedstrijd. Oh, FC Eindhoven heeft gewisseld. Hugo Bootsmans is kleedkamer achtergebleven en voor hem komt Jort van der Zand in het veld. Even kijken of er bij Helmondsport iets veranderd is. Zullen we het zien niet? Nee, geen wissels. Ik krijg een knikje voor. Geen wissels. Dus Jort erbij. Met de blauw-witte. Ondertussen diepe bal. Dus Capozo met Hongerberg. Goeie tackle van Verzonnen de bal. Misschien van Rosmalen snel van overwijk. Zo, de paal. Misschien van Rosmalen. Voorzet van... Hij valt ook bijna binnen. Van Dallo valt ook bijna binnen. En zo zijn we opeens zijn we wakker. Ondertussen blessure bij Maxime B. Die blijft liggen. Chase voor een kans van Rosmalen. Die echt vol de paal schiet met zijn linkerbeen. En daarna de man van Jasper Bala. Die ook bijna binnen viel. Die Capozo strompelt ook terug. Maar wat een flitsend begin. Zeker. Dit zou is, dit de voorbode zijn? Misschien van ik mocht er onderhand ook. Want het is nog een redelijk kampotje. Ja. Ondertussen zijn we aan het wachten op de blessurebehandeling bij Helmersport voor Maxime de Bie. Ligt ondertussen alsof hij aan het zonnebaan is op het veld. Heerlijk, zou ik ook doen. Het is wel een beetje fris geworden. Dus... Ik denk goed dat we het jasje er nog bij had. Dus we zijn even aan het wachten. Nou ja, goed. Daar zijn we over spelerswissel. Ja. Kort van de Zanden. Ja, wel een logische keuze. De Bootmans kwam er eigenlijk nauwelijks aan te passen de eerste helft. Ook Brian de Keersmaker loopt volop warm aan de zijkant. In gesprek met Joey Slegers nu. Oh, wissel bij Helmersport wordt aangegeven. Dus Maxime die kan niet verder. Nee, inderdaad. Dan kijken we even wat er op de bank zit. Jeff Stans, Oran Zeepach. Twee spelers die ook die controlerende positie kunnen invullen aan de kant van Helmersport. Nou, volgens mij hadden wij warm. Sorry? Oké. We krijgen hier net te horen naar Stans. Eigenlijk leden we mee met hun als er zeven man staan. We vragen gelijk wat het te maken heeft met het incident dat vorig seizoen plaatsvond met Jeff Stans en de supporters in het uitvak bij Almere. Maar daar wordt is wel een van de redenen dat Jeff Stans er niet aan de bak komt. En omdat hij er niks van kan horen nu, dus ja. Laat het allemaal belaten, dan gaat Oran Zeepach gaat invallen. En inderdaad, staat klaar met haar bandje langs de lijn. Maxime gaat er af samen met haar. Lijkt toch een flinke blessure. Wordt er twee man ondersteund. Goed, flitsend begin van FC Eindhoven. Nu deze blessurebehandeling. Dus laten we hopen dat we het tempo weer meteen op kunnen pakken. En dat we gelijk weer de kansen kunnen creëren. Zo snel mogelijk het eerste doelpunt kunnen maken. Al wordt er Concedo teruggegooid naar Stijn Verrassel. Zeker na de blessurebehandeling in de wissel. Logisch. Anders mag weer opbouwen. Op de linkerzijde, Lupilli kreeg een tikje, schreeuwde iets. Overtreding. Concedo gaat over de knie bij Lupilli. Ja. Nee, dat was van de sluis, dacht ik. Maar goed. Eén van de twee aan de linkerkant. Ja, van de linker ten. Door een helm spelen. Dan zitten we altijd goed. Zo is niks. Combinatie met Ozo. Ozo gaat er langs, maar de bal gaat over zijn. Ja. Voor wie is hij? Want daar komt hij. Eindhoven. Kom, Zeedorf gaat ingooien. Mooi, dan ga ik maar zo naar voren hangen. Nou, de bal is al in de helm sport. Koppenberg. De bal komt uiteindelijk bij Andevol, die de bal terugspeelt naar Ruud Winkels. Ruud Winkels controleert de bal, speelt de bal naar de andere zijde, naar Jason. Die wat onder druk gezet wordt. Daardoor de lange bal moet spelen, maar de bal zit nu voor Helmond Sport. Bijna halverwege de helft van Aschenko, maar de bal gaat terug naar Guus Joppe. Die de bal naar Van Week speelt. Daar is bijna de bal. Bereikt. Ik ook even, oh ja, dat was die oranje. In ieder geval de Zeepach. Ja.
kijken. Ruimte aan de zijkant bij Lukili. Die aan de linkerkant trekt een sprintje. Trekt naar binnen toe, geeft de bal aan Duivenstein. Die in duel met Amervoor zit. Valt zelf op de grond. Dan is voor een bal bezit. Inmiddels de bal van Eindhoven naar ingreep van Conor Seedorf. Nou krijgen we het helemaal sporten toch in de 16. Geen strafschop, tuurlijk niet. Nee. Lukili gaat als aangeschoten weer onder de grond. Maar daar zeker gebeurt heel weinig. Lange bal voor Ritsvink als een schot. Maar is bij Van Kassel ook wel van het in de 16 van Eindhoven. Ja, zeker geen strafschot. De bal wordt gewoon weer teruggespeeld naar Ruud. En ja, lopen tegen elkaar aan, kan gebeuren. Maar dan niet gaan roepen alsof je... Maar zonder van kan je alles proberen. Ja. Als de scheidsrechter erin trapt, dan is het raak. Dan weet je ook nooit wie natuurlijk. Het is opbouwen voor de sport achteruit. Ik kan hem even niet zien. Duivenstein, Thomas, driehoekje met Lukili. Mooie combinatie met Handelsport nu. Bal weer teruggelegd naar Lukili. Goeie tackle van Seedorf. Buitenspel. Dat is buitenspel geweest. Goeie ingreep van Seedorf is nog toch wel. Ruud mag de vrije trap gaan nemen. Speelt de bal naar Maarten Pijnenburg. Pijnenburg, Jason Kudus aan de linkerzijde. Jason kan wat meters maken richting de middenlijn. Speelt gewoon terug naar Maarten Pijnenburg. Twee man voor zich, dus echt de diepte zat er verder niet in. Nu diepe bal Maarten Pijnenburg richting Jort van der Zanden. Maar wordt nu bereikt, Pujoppen zat ertussen. En een duelletje tussen Pijnenburg en Maarten Pijnenburg. Pijnenburg het bal verliest aan Zepa, die ook kan komen met Lukili aan de linkerkant. Duivenstein gaat er overheen, wordt ook aangespeeld. Geeft de bal voor, maar gaat iedereen voorbij. Eigenlijk aan iedereen voorbij, waardoor Sander Vrijke hem nou nog binnenhoudt bij de andere cornervlag. Vrijke kijkt wat rond. Dus gaat de combinatie aan met Boyd Rijt. Maar weinig gevaar. Dribbel in buitenspel, om. Stond eigenlijk een beetje slaap. Ja, stond eigenlijk duidelijk. Ja, die bleef staan terwijl de rest van de verdediging van Eindhoven makkelijk opschoof. Dus Ruud staat al klaar om de vrije trap te gaan nemen. Dit wordt de lakbal van Ruud deze keer. Maarten Pijnenburg nog naar voren toe. Maar de bal gaat breed naar Conor Seedorf. Ik denk dat hij ook weer terug gaat naar Ruud. Ja. Zeker, het vaste ritueeltje bij de opbouw. En de bal naar lange bal van Ruud richting Van der Zanden. Krijgt een duwtje, maar te weinig voor een vrije trap. Gaat ook nog de bal door. Joey Slegers aan de rechterkant. Wordt hevig toegesproken door Jan Poortvliet. Ja, zo van durf is. Ik ga het wel eens aan. Laat je zien. Maar ook wel wat meer beweging daarin, zeker op de zijkant. Waarbij Jasper Daalhuis op zich toch wel aanwezig is deze wedstrijd. Want Joey heeft ook wel meer balverlies gehad de afgelopen 45 minuten. En nog niet echt heel erg gevaarlijk is geweest. In Morgenfest door Heldensport wordt er Jason Bordoes onderschept. Bereikt Jasper Daalhuis die van de Zanden zijn eerste actie eigenlijk van de wedstrijd. Ja, die crossbal van Duivenstein, waar Conor Seedorf kan onderscheppen. Met Joey Slegers die er wel aan gaat. Eigenlijk kan hij wel verliezen, maar daarna toch weer de bal aan kan raken. En weg kan tikken. De bal bij Van Zon, nog van de Zanden in. De bal over de zijlijn. Via Van Horenbeek. Een gooi voor Eindhoven, Jasper Zon. Scheidsrechter dwingt hem 2 meter terug, dwing je wel met hem nieuw. Ik wou het net te zeggen, 2 meter. Jezus Christus. En dan wel inmiddels terug bij Nacht Pijnenburg. Helemaal sport met 5 op lijn, zie je dat? Ja, 5 van achterin. Dat zie je paar. Twee verdediging in de middenvelder. Zakt ook mee in. 4 op lijn. Ja, maar het spelbeeld is een beetje hetzelfde als zo net voor de rust. Een beetje rondtikken op het middenveld. Komende Vrijke die Verkeidegom aanspeelt aan de rechterzijde, die wat snelheid probeert te maken, geeft de bal voor, maar aan de voorzitter tussen kan de bal komen tikken. Ik denk dat hij hem op zich wel had kunnen laten gaan. Ja, hij twijfelde misschien of er toch iets nog in de rug zat. Dus ja, dan kun je beter geen risico nemen. Nee, zeker niet. Een schop voor
Helmond Sport nou. Aan de linkerkant van FC Eindhoven, aan de kant van linksback Jason Moeders. Corner van de Sluis. Kimi er uiteraard bij. Van FC Eindhoven, Pozo en Moeders. Gaat waarschijnlijk een lange corner worden. Een teken te zien, de bal valt neer. Oef, de bal valt op het hoofd van Zeepar. Die komt hem over het doel van Swinkels. Eerst een momentje na rust voor Helmond Sport. Voor het doel van Swinkels. Nou, ik mag eigenlijk hopen dat het geen bloedloos gelijkspel wordt zoals het eerder dit seizoen in Eindhoven werd. Toen 0-0, maar de recente resultaten voorspellen niet heel veel goeds. Nee, het is gewoon Eindhoven. Zien, de eerste helft, als dit doorgaat zoals de eerste helft was. Maar goed, het is Helmond Sport die. Goede ingreep van Seedorf. Ja, goed tussen. Eindhoven nou de counter in de start via Pijnburg. Stuurt Joey Slegers weg. Op snelheid aan de rechterkant. Eindhoven met 4 tegen 3 momenteel. Joey Slegers schot van met links. Wordt geblokt tot Zeepar. Eindhoven nog een balbezit via Mitchell van Rosmalen. Kan niet controleren en verliest de bal aan Sander Verrijken. Rosmalen zet wel goed druk weer, waardoor de bal eigenlijk naar achteren gespeeld moet worden. Dus maakt zijn fout daar toch wel een beetje goed. Dan zeg je Seedorf met zijn hoofd. Speelt van de Zander in. Rijkt niemand. De keeper. Nee, ja, inderdaad, eerder het seizoen een 0-0 gelijk spel. En gezien de meest recente derbies hier in Helmond. Ja, Eindhoven is hier eigenlijk weinig gescoord. De laatste 4 wedstrijden, 3 keer verloren, 1 keer gelijk. En slechts 1 goal gemaakt in de 4 wedstrijden. Maar aan de andere kant, het Eindhoven van nu is wel op schot in de laatste wedstrijden. De laatste 3 wedstrijden. Ja, en toch heeft hij echt grote kansen nu gehad. Nee, maar goed, laten we allemaal zorgen dat we geen doelpunt tegenkrijgen. Dat is al een mooi begin. Dan kunnen we tenminste niet verliezen. Nee. Ik lijk Johan Cruijff aan. Als we geen doelpunt tegenkrijgen, kunnen we niet verliezen. Ja, Cruijff iemand zou moeten vragen. Het is een lange bal bij Jens Verzoeken. Maar bereikt eigenlijk niemand. De bal rolt uit. Eindhoven gaat wel wat stapjes naar voren zetten om toch Helmond daar wat lastig te maken in de hoek. Lijkt me ook wel logisch, een beetje druk zetten in de hoek. Ondertussen moet het nog eens wat klaar om in te gooien. Nog steeds wachtend op de bal, daar is hij. Seedorf kan de bal koppen. 1-2 nu Pozo met. Hier gebeurt het even meteen. Jongens Slegers aan de bal die een actie probeert te maken, waardoor het een achterbal wordt. Ja, doet het wel. Er werd nog geappelleerd voor een hoekschop, maar de scheidsrechter is resoluut. Stijn van Gassel staat klaar om de bal weer uit te nemen. Dus even aan het kijken wat hij gaat doen. Ik verwacht de lange bal. De bal gaat kort naar links. Krijgt de bal ook weer terug. Op het Van de Zander zet wat druk op Van Gassel. Waardoor die lange bal moet geven. Die wordt door Jason onderschept. En als we de bal uitkomen, dan heeft hij wel langs af. Het is helemaal sport met de opbouw. Om de helft van Eindhoven nu via Lens Duivenstein. Geeft de bal mee aan rechtsback Boyd Rijt. Geeft de bal voor. Maar Seedorf zit er goed tussen. En ook nu zit Seedorf er goed tussen. Ah, het is echt een bal van Slegers. Het is niet echt in de wedstrijd. Nee, niet zijn wedstrijd vandaag. Ook qua omschakeling, snelheid valt een beetje tegen bij Joey. Ja, hij is nu ook in gesprek met Jan Poortvliet. Misschien dat een aantal tactische aanwijzingen wonderen doen van de buitenspeler. Toch met de behendigheid en de snelheid van Joey zou er toch wat meer in moeten zitten. Ja, zeker. Hij laat het tot op heden nog niet echt zien, de Messi van de Alsterweg. Ondertussen in Wolf FC Eindhoven komt hij al voor met de speler van Helmond Sport weer over de zijlijn in Wolf op de middenlijn. Jort van der Zanden wordt aangespeeld, neemt de bal op de borst aan. 1-2 met Joey Slegers. En Jort van der Zanden kan doorgaan, geeft de bal voor. Dat Jasper Tadros, die kan net niet bij. Er is nog een duel met Boyd Rijt. Wat duwen en trekken over en weer. Maar de counter is in ieder geval uit. Nou, zonder deze. Ja, ja. Hij kan net niet bij. Hij kon net niet aan de bal komen. Ja. Als hij erbij was geweest, dan was het echt een mogelijkheid geweest. Ondertussen Eindhoven weer het bal rond aan het spelen. Seedorf rechterzijde. Mooie combinatie met Pozo. Ah, mooi gevoetbal van Eindhoven. Weer terug. Pozo, Jens Verstander, Joey Slegers weer terug. Jos van Gassel tikt hem door naar Dalen. Je kan misschien schieten. Nee, nee. Hij
met je boven Jasper Dalen. Dat was een mooie voel van Eindhoven. Eén keer raken richting Kopenhagensport, maar uiteindelijk niet tot een schot gekomen. Eén blokkie aan de linkerkant voor Helmondsport, van Duivenstein in. Die wacht op aansluiting. De bal denk ik naar achteren. Ja, nee, de bal gaat echt terug richting Jokken. De bal aan de rechterzijde. Eiken. Bal terug. Hoogbeek. Speelt op links van Lukili in. Speelt de bal diep. Op Toeman. Maar Oliver zit daartussen. Duivenstein kan de bal opvangen. Trekt naar binnen toe. Trekt naar binnen toe voor een actie. In twee wat verkuilen. Het zit aan voor ze er goed tussen. Ruud Schinkels kan de bal wegschieten. Tussen de zonde verliezen we wel van Harold van Horenbeek. En Luki nou met de bal namens Helmondsport. Ga naar binnen toe. Maar verliest de bal. En FC Eindhoven nou mogelijk met de counter. Een lekker baltje van Joey Slegers. Met zijn buitenkant van de Vande wegstuurt. Trek naar binnen toe. Heeft drie opties bij. Maar gaat vooralsnog zelf. Geeft hem nou aan Jasper Dalhuis. Die kan niet naar binnen met zijn linkerbeen. Wat zegt hij? De bal wordt geraakt. Maar de bal wordt geraakt en komt op FC Eindhoven. Een corner vanaf de rechterzijde. Dus... ja, ik ga maar weer een beetje om de goal alleen ja, dat ga je niet zien. Jackie Donker komt dadelijk in het veld. Dat zal dan voor Joey Slegers zijn. Joey gaat de corner nemen. Misschien wel zijn laatste wapenfeit van de wedstrijd. Ik denk het wel, nog niet 100% fit. Dus dan, nou, laten we maar een goede corner geven. Dat we binnen kunnen koppen. Ondertussen is de bal wordt gegeven. Lange bal naar achteren. Nee, missen voor ons, maar we komen niet bij. In het duel met Fushoppen. Maar even zijn het ook in de bal bezit. Luchtmaximum voor de bal. Jasper Dallas zal de bal nou voor gaan zetten. Aan de helft van Helmondsport. Die is recht in de handen van doelman Stijn van Kastel. Geen goede bal. En Helmondsport mag weer opbouwen via Guus Joppen. Hoornbeek. De bal naar Sipa. Even rustig kijkt. Rijdt. Notering, nou, hoogtepunt van de wedstrijd. Of hoogtepunt, telefoon viel op de hand. Maar Eindhoven nog in balbezit. Jasper Dalhuis wil de bal meegeven aan Verlosmalen. Maar verliest de bal. En de bal steekbal richting Thomas op de Schepter Pijnenburg, die een prima wedstrijd speelt. En de bal is bij Van Zon op het middenveld. En ondertussen inderdaad Jackie Donker staat klaar, wat je al zei. Dus, Joey Slegers gaat de sprint in, zoals de laatste actie van de wedstrijd gehoord heeft. Van de Zanden, maar deze bal krijgt een zetje door Stijn van Kast. Zeker geen overtreden. Zeer zeker niet. Kuilen we om aan de rechterzijde door Rijken. Haalt de tempo weer eigenlijk uit de wedstrijd. De bal gaat waarschijnlijk terug naar Joppen. Inderdaad. Zeker, en dan kan de opbouw van Helmondsport weer van 0 aan beginnen. Dan zal de bal uit. Want? Blessurebehandeling. Bij hemzelf, bij het Dien van Sluis. En dan kan gelijk ook de wissel bij RC Eindhoven. Oh, Jasper Dalhuis vanuit het veld. Ja, Jasper Dalhuis, die kijkt heel verrast. Ja, dat was toch wel een speler die veel leuke dingen liet zien. Ja. Stond eigenlijk voorover gebogen en zag 34 komen. En had zoiets van, hey, ben ik dat? Ja, toch niet verwacht dat die, dat Jan Poortvliet en Pascal Maas, in ieder geval Rossel als trio, verder besluiten om... Ja, was toch wel verrassend. Op sommige momenten toch wel goed actief en op sommige momenten ook wel redelijk gevaarlijk. Misschien dat Jackie hier wat meer snelheid kan brengen en wat meer de ruimte kan gebruiken. Yes. En dat toch is aan de zijkant. Ik zie dat ik gewoon zeggen, Ivo is ook aan het warm lopen. Dat komt de boek al aan. Ondertussen van de sluis. Die gaat in ieder geval even aan de kant. Ja, volledig. Maar kan ook de rest van de wedstrijd gaat zijn. Wordt nog niet gewisseld. Nee. Deze blessurebehandeling. Kijken of er nog wat tactische wissels aanpassingen gaan gebeuren bij een van de teams. Het is wat overleg geweest bij beide teams. Ja, gewoon meer gooien, lijkt me. Maar aanval met Helmondsport met de trainer die moesten zetten weer. Ja. Dus het spel ondertussen weer verder en ook Dien van de Sluis mag erin. Die kan gewoon verder inderdaad. Van Gassel pakt de bal op. Even kijken, wordt de lange bal. Lange bal voor Van Gassel.
geeft niet Jorrie Thomas. Maar de bal die komt eigenlijk makkelijk bij Vince Winkels terecht, die hem kan oprapen. Check Donker vraagt de bal bij hem aan de voor. Maar de bal gaat via Seedorf richting Sleek. Zo van de Sluis er tussen de bal. Ja, van de Sluis toch nog niet helemaal fit. Hing nog. Ook nog aangeslagen inderdaad. Hing nog wat. En ook, gezien de bal die hij net wegspeelde, durft hij misschien toch het sprintduel niet aan. Nee, ringt inderdaad sprint op en neer. Ja, ja, misschien toch een moment om Joey daarop af te sturen. Even wat gebruik maken van de snelheid van Joey Slegers en kijken of Van der Sluis de zwakte van Van der Sluis even kunnen aanpakken. De overtreding van der Zand, die Van Horenbeek vasthoudt, lijkt eigenlijk een overtreding die deze wedstrijd al honderden gemaakt. Ja. En Van der Sluis gaat de grond toe, die gaat eraf. Die is klaar voor vandaag. Yes. Even kijken hier bij Helmond Sport inkomt vooral, dat is echt nummer 23 Jesse Hendricks. Ja, toch na die blessurebehandeling eerder kan die van de Sluis toch niet verder. Dus Jesse Hendricks uit het veld. Ondertussen wil ik even wat tactische omzettingen met Verijken aan te bespreken. We zien dat Jesse Hendricks in de spits gaat spelen. En Jordi Thomas zakt iets terug. En Oran Sepa gaat op linksback. In ieder geval tijdelijk. Ik weet niet hoe ze het verder gaan. En Van Eiken gaat op de plek van Sepa spelen. Dus één wissel en vier omzettingen in het team. Meteen gevaarlijk. Jordi Thomas kan door. En hij schiet op doel. Maar hoe namelijk van kan blokken. Kijk toch even in de verwarring en de wissels in de samenstelling bij Helmond. Ja, Ruud Swinkels met een harde schreeuw roept even krijg. Van even opletten met z'n allen. Ja. Zeker, kijk, spelers kunnen wel op een andere plek gaan staan, maar we moeten wel bij de les blijven. Zeker, de organisatie moet goed blijven. En dat geeft Swinkels ook maar even. Nog maar een keer aan. Voor Helmond verkocht wordt gelijk een lange corner. Dus hoeft niemand te blijven staan daar. Er wordt voorgegeven op de bal van Zeper. Maar de bal gaat eigenlijk bij het stadion. Niet gevaarlijk. Bij dan raakt die stadion Batje over op de kopbal. Ruud Swinkels neemt nog eens de tijd om op screen te kijken. De teksten van de spandoek uitlezen. Ondertussen. Ruud althans. De wedstrijd inderdaad nog niet echt losgekomen deze tweede helft. Ondertussen Ruud staat klaar, stuurt zijn verdedigers naar voren voor de lange bal. Nou, raakt eigenlijk de bal niet goed, maar bereikt toch Jason die de bal kan verlengen. Waardoor Rosmalen aan de bal. Rosmalen bereikt hem. Maar ook die slordig in de bal. Shoppen die de bal terugspeelt naar Van Kassel. Heeft wat lastig met de aanname. Maar krijgt de bal toch wel goed. Kili kan aannemen. Maar neemt niet goed aan. Waardoor Joey Slegers kan overnemen. Misschien een actie van Joey. Ja. Maar verliest de bal toch wel weer. Maar goed. Ike Pozo kan overnemen in de hoek. Maar buitenspel. Ondertussen zagen we op de ledboarding ook. Heeft KV Mechelen niet alleen spelers hier naartoe gestuurd, maar ondertussen is ook sponsor geworden. Want er komt reclameborden van KV Mechelen voorbij hier. Oh, ik had hem niet gezien. Ja, het is apart. Maar de samenwerking van Helmond Sport en KV Mechelen blijft niet alleen bij het uitlenen van spelers, maar ook het misschien wel uitwisselen van sponsoren. Nee, inderdaad, inderdaad. Lange bal. De Helmond Sport is ondertussen bij Van Keijlegom terecht gekomen. De bal meegeeft aan Boyd Rijt aan de rechterkant. Kijkt om zich heen. Jason kijkt naar de bal. Laat zich niet foppen door de bewegingen van Rijt. Oh, de bal valt door, maar via kopbal van Jensen in de handen van Ruud, die de bal meteen lang geeft, probeert Jackie weg te sturen. Maar Joppe zit ertussen, kan de bal naar de zijkant, kom ik wel te zeggen, over de zijlijn. Maar dat gebeurt, die bal wordt niet gehouden. Ondertussen, de overtreding op niet zo'n Rosmalen. Dus een vrije trap. Het zal genomen worden door Jason Madouz op de helft van Helmond Sport. Ja, ongeveer in de positie waar hij de assist op Bart Biemans gaf bij Telstar eerder dit seizoen. Dus wie weet dat Eindhoven nou met deze standaard situaties kan bereiken. Alleen Maarten Pijnenburg met achter de bal. Misschien toch eens de lucht mag wat naar voren laten doen. En de bal eens geven om te kijken of de bal goed op het hoofd ergens kan vallen. In ieder geval op het hoofd van de Zander die richting Pozo verlengt. Pozo legt hem terug op Jackie Donker. Donker met twee man, gaat er eigenlijk doorheen. Pak
pakje van Pozo terug naar Dunder is niet goed, maar de bal is nog steeds niet weggewerkt door Helmersport. De bal weer bij Jesse Hendricks. De bal terug op Boyd Rijt. En zo kan Helmersport er aan de opbouw gaan beginnen die ze zullen gaan voortzetten via keeper Stijn van Kassel. Ondertussen staat Brian de Keersmaker op FC Eindhoven klaar om in te vallen. Benieuwd voor wie dat dan gaat zijn. Misschien wel voor Joey Slegers. Maar dat zullen we zo zien. Goed, verkeilig om advies de bal aan Jens van Zon. Misschien zou hij via Michel van Osmalen kunnen overnemen. En die speelt die Capozzo aan 1-2'tje, maar 1-2'tje is niet scherp genoeg. Wordt ook geblokt eigenlijk, Michel van Osmalen in zijn hand kan overnemen. Maar ook die bal van Rijt is gewoon niet goed. Jason Berg, de bal over de zijlijn. Wissel Eindhoven. Joey Slegers verlaat het veld inderdaad voor Brian de Keersmaker. We gaan even kijken wat dat tactisch voor wijzigingen gaat brengen. Het zou zomaar kunnen dat Ike Pozo op de rechterzijde gaat spelen. Lijkt het wel op inderdaad. En Brian de Keersmaker apart. Meer centraal. Maar we gaan even kijken wat de wijziging zal zijn en wat het zal brengen voor de elf op de groene mat. Ja, de ingooi van Helmersport is ondertussen weer genomen en weer terug bij de centrale verdediger op zijn eigen 16 meter lijn. We stonden te wachten. Zeepaar op de linkerzijde. Verijken in die met Jort van der Zanden duel aangaat. Tikje van Jort van der Zanden op de enkels. Verijken gaat eventjes bidden. Zo lijkt het. Ja, lijkt even last te hebben van die tackle van Van der Zand, die ook al te laat was. Dus de rechter hier ja. Op de grote gegeten. Zeker. Door de scheids. Nachtegaal. Nachtegaal. Ik kan er heel veel grapjes over maken met fluit natuurlijk. maar dat is wel allemaal besparen. Beter van niet. Ja, met de vierde official, de vonken vliegen er nog niet af. Kijk, ook een inkopper, hè? Ik wil niet meer. Mocht iemand volgende week op slag willen doen, laat maar weten. Ja. Nou, in ieder geval Eindhoven weer aan de bal. Via de Keersmaak of een inworp voor Eindhoven weer op de helft, de eigen helft. Hij probeerde de beste binnen te bereiken, maar niet gelukt. Nee. Goed. En ook FC Eindhoven via Seedorf. Goed. Mag niet verder naar voren lopen van scheidsrechter de Nachtegaal. En de bal wordt via Jort van der Zanden bij Brian de Keersmaker. Die de bal verliest aan Duivenstein. Die de bal hier naar achter speelt naar Guusjop. We hebben nog twee minuten op de klok. Moeten we heilig hopen dat het zijn niet als een nachtkaars uitgaat. Het is weinig tot niets te beleven. Lange bal van op de bereik. Ja, Seedorf teruggekopt in de handen van Rietswinkels. De bal aan Maarten Pijnburg geeft. Die Mitchell van Rosmalen inspeelt in middenveld. Jason Bordoes aan de linkerzijde. Jackie Donker bereikt. Ike Pozo probeert er wel door te spelen. Ook Ike Pozo vandaag toch. Nou, toch onzichtbaar. Zo is het een overtreding. Man. In ieder geval een overtreding van Maarten Pijnenburg op middenveld op Jesse Hendricks. In ieder geval. En goed, Helmersport niet echt haastmakend om die vrijheid op te nemen. Bal gaat ook weer naar achteren. Maar Rijt in Guusjop inspeelt. Die een brede paasje, een huis heeft elke volgende week. Rijt wordt ingespeeld. Jackie Donker blijft bij hem in de buurt. Duivenstein. En de bal naar Verheijk aan de rechterzijde. Verkeidegom. Eiken gaat erover. Iets aan binnen. Via Rijt wordt Verheijk aangespeeld. Die Jason Bloek aan de benen speelt. En de bal voortchipt. Voor Walukini. Maar die schampt de bal. De Rietswinkels de bal kan vangen. Dus dan de bal meegeven aan Pozo. Sprintje van Pozo en Duivenstein. En Pozo houdt de bal binnen. Maar hij kon verder niets met de bal. De bal was net te ver voor zo aangespeeld door Ruud Schwinkels. Te ver om er iets mee te kunnen. En dan over Eindhoven. Ja, Duivenstein de bal iets te ver voor zich uit. En de Keersmaker kon erbij. Goeie bal van de Zanden. De Keersmaker via de rechterzijde zet voor.
kan Jackie Donker en Jort van der Zanden niet bereiken. Misschien actie van Jackie aan de linkerzijde probeert wat te doen. Bal achter standbeen langs. Nee, ik ben niet achter de achterlijn geweest, maar nee. de bal wel een andere van. Goed, het echte spektakel na de eerste minuut van de tweede helft, toen de bal op de paal ging en nog de rebound daarna eigenlijk, is het niet heel spectaculair geweest. Nee, de kansen zijn schaars. Ja. Ook echt een mooie voetbalmoment. Het spel speelt voornamelijk af tussen de 16 meter gebieden van bij de ploegen. Ja. Een beetje een soort slag om het middenveld lijken te horen. Veel ballen hier achterin rondspelen. Crossballen inderdaad naar de zijkant. Misschien dat Helmut nu weer toch kan doen. Buitenstein neemt aan, maar goed, de bal wordt weer onderschept. Als jij het ook heel goed hebt, misschien dat we nu uit kunnen via Jackie Donker. Die op snelheid probeert te komen. Ja, trekt wat naar binnen, rijdt. Ook daar dus bij, Brein de Keersmaker. Brein de Keersmaker eigenlijk net niet lekker meeneemt, maar de bal toch binnenhoudt. En dan is steun van Colin Seger op de rechterkant. Er schot toch Ike Gozo in, die van meer in het midden staat. Seedorf is blijven hangen en kan de bal voorgeven. De bal komt toch van Horenbeek. De bal uiteindelijk via Duivenstein alsnog bij Kistmoeders terecht. Nou, die Jackie naar binnen en kan schieten. Misschien schieten! Toch een goede kans, hij trok naar binnen. En met zijn rechterbeen schot op doel, maar de bal gaat naast. Dat zijn toch de acties waar we denk ik van moeten hebben. We moeten kijken of we inderdaad zo iets kunnen openbreken in deze wedstrijd. Ja, het is inderdaad wachten op de eerste volgende mogelijkheid van Eindhoven weer. Ondanks dat deze aanvallen iets op doelgevaar opleverden. Ja. Vast op het zeepaar in de linkerzijde die de bal doorzet. Naar voren probeert te brengen, maar de bal gaat naar de zijkant. Segel mag hier gooien. Op de helft op de middenlijn. Op de rechterzijde. Ga terug richting Pijnenburg. Dus we zijn weinig terug af, Steven. Ja. De bal moet weer achterin rondgespeeld. Drie hoekjes worden gemaakt. Zweedorf, twee man om zich heen speelt. Komt daar goed uit met het keersmaken. Dit is misschien wel een... Niet zo volgens mij, de over de linkerkant. Krijgt de bal net achter zich. Zet hem voor. Voorrichting van de zon. Jackie Donker kan hem met z'n tweeën niet goed controleren. Nee, Jackie Donker geen goede aanname, zonde. Had toch even de tijd om die bal aan te nemen. Maar balsproef was goed af in de handen van Stijn van Gassel. Zeker, had inderdaad de mogelijkheid om er iets meer mee te doen dan wat hij er uiteindelijk nou mee deed. Maar helaas. Ja, Verrassel niet uit. Bereikt Duivenstein duel met Jason. En van Rosmalen kan oppakken. Pijnenburg achterin. Speelt Jens van Zonnen in driehoekje met Mitch van Rosmalen. De bal gaat terug naar Pijnenburg. Niet druk coachen en zijn lijn diepte zonder bal wordt geroepen. Met dat de jongens van Eindhoven toch wat meer diepte moeten zoeken. Ja, als meer loopbewegingen ook. Wat meer loopbewegingen voorin. Goeie bal van aanvallig van Seedorf. Speelt de bal naar binnen naar de keersmaker probeert te bereiken. Lukt helaas niet in de rebound. Even dag van doen. Zonder coach zijn manschappen aan. Maar dat ze moeten blijven staan. Ja. Hoog druk zetten op Helmond Sport. Ja, maar inderdaad. Maken. Ik denk ook wat Jan aangeeft beneden in zijn coaching. Dat er gewoon wat meer beweging op voorin moet zijn. Daar kun je ook de verdediging mee open trekken. Dan krijg je ook weer wat ruimte door. Hè. Door de beweging ontstaat er ruimte. Van de Zand draait en kapt om maar een paar keer om zijn eigen as heen. Maar dan valt uiteindelijk nou verloren. De trainer van Rosmalen die even Verkeidigo vasthoudt, die zich beklaagt bij de scheidsrechter. Vrije trap. Heeft weinig recht op meer dan een vrije trap in ieder geval. Vrije trap voor Helmond Sport 4 van Eiken die al aan het kijken is of Joppe vrij staat. Nou, Joppe loopt iets naar... Ja, de bal gaat achter een rijt die de bal weer naar Van Horenbeek speelt. Ja, en zo blijft het eigenlijk maar. Maar Tam teruggezakt is. Probeert actie aan te gaan tegen Pozo. Trekt dan naar binnen, crossbal, bereiken. Ik kan hem aannemen aan de rechterkant. Wacht op waarschijnlijk meer steun. Zal daar Joppe wel weer uitzakken? Nee, toch niet. De bal gaat diep. Wel met Joppe en Van der Zanden.
Dus dan kan de bal aannemen, maar wordt weggetrapt door Vrij. Ondertussen Bart Wiemans lijkt in het veld te komen. Dat zou dan de laatste wissel zijn voor FC Eindhoven. Dus ja, de wisselmoment. Jackie! Komt een mooie lans, maar het is vandaag net te ver weg. Ik ben benieuwd waar Wiemans erin komt, aangezien hij voornamelijk als stormram gebruikt wordt. We zitten in de 80ste minuut ondertussen, dus nog 10 minuten op de klok. En laten we niet hopen dat de wedstrijd op een 0-0 blijft. Maar goed, laten we maar zeker zelf geen goal tegen krijgen. Dat is wel het belangrijkste. Prioriteit nummer 1. Het is een mooie aanval van Eindhoven. Seedorf kan er ook mee. Geeft de bal voor. Vergassen kan er net bij. Jorg van Baal. Maar Vergassen kan net de bal corner tikken. Wissel bij Eindhoven. Maarten Pijnenburg verlaat het veld. Lijkt wat te aanslagen ook. Zijn gezicht wat verbeterd. Ja, misschien toch wat lastig op een of andere manier. Vandaar dat hij misschien ook bij de corners niet meer naar voren ging. Maar voordeel, Bart Wiemans echt een pinch hitter. Hoewel ja. Maarten Pijnenburg ook op schot was de laatste tijd. Scoorde dus de laatste drie dan twee goals. Heb je een drankje niet gehad? Jawel, vanochtend of vanmiddag nog even mee. Oké. Wiemans corner, Eindhoven bal wat voor. Wiemans geprobeerd meteen het duel aan te gaan. Komt de bal naar achteren. Dat is een lengte. Jorg van der Zanden tikt de bal eigenlijk achter. Oh, een corner. Hoekschot. Hey. Nou, lekker. Die kon je even mee krijgen, maar lengte eigenlijk vooral een. Ja, ik dacht een schot. Kort corner van Eindhoven, Jack van Donker en Van Zon. Hoe gaan we de bal maken? Een nieuwe corner. Anders moet je ingezet hebben op corners, dan moet je nou een paar goede minuten. Nou, deze corner lijkt toch lang te gaan worden door Jens Van Zon. Komt hij lang, Wiemans gaat eronder door en Rijt kan wegkoppen. Verheijken neemt het over, maar komt de bal naar Verkuijlen om terug, die de bal diep speelt, maar er is niemand van helpen. Dat is eigenlijk echt een blind paard. Ja. Elke bal die hij vandaag gehad heeft, die gaat eigenlijk maar in niemands land terecht komen. En eigenlijk zijn ploeggenoten draaien en keren vaak richting hem met de vraag, wat doe je nou eigenlijk? Tussen Jort van der Zanden terug naar Jason Bertus, die Bart Wiemans inspeelt. Bart Wiemans heeft gewoon de plek van Maarten Pijnenburg achterin overgenomen. De centrale duo alweer voor Pijnenburg is nu Wiemans alweer voor. Het risico van bal gaan. Maar even kijken, stond ook weer even niet goed. Verkeersmaker, Tonzon. Verkeersmaker speelt de bal, Stijn neemt over. Dus Hendricks kan de bal naar het zeepaar spelen. Die de bal weer terug gaat doen naar Noordop, Vergassel. En dan zal de bal naar Joppe gaan. Oeh, hoe zo bijna ertussen. Het zeepaar aan de linkerzijde. Heeft wat metertjes te maken. Joppe van Zonne probeert dat te belemmeren. Ik heb het gevoel dat er iets gaat gebeuren. Ja, lijkt er wel op. Alleen hoop ik niet dat het nu gebeurt. Nee, iemand is natuurlijk altijd steady in zijn kopduels. Kan ook deze bal wegwerken. Toch wat slordige ballen, ook van Brian de Keersmaker daarin. Ondertussen Thomas een 1-2'tje met Hendricks. Wordt onderschept. Duivenstein, Lukiri. Kiri nu aan de bal. Lukiri draait wat. Speelt wel wat achter het zeepak. Lukiri heeft veel ruimte voor het schot. En Swinkels kan keren, maar kreeg veel ruimte voor Lukiri daar in de linker zijn. Het was aardig wat ruimte daar. Helmond probeert toch in de laatste 10 minuten nu wat druk te gaan zetten. Bovenover een doelpuntje mee te pikken. Misschien een laatste wapenfeit alweer voor Helmond. Lukiri vanuit het veld. Opvallend. Voor hem komt met nummer 16 Aaron staat op het veld tikken. Hij snapt het niet. Maar hij moet toch weer afmaken. Maar hij maakt weer een beweging. Ze trekt zijn rookwand eigenlijk af. Met teleurkomst naar de kant. Schudt hem maar allemaal met het hoofd. Wenst zijn vervanger Bastiaan zo maar een keer succes. En dan geeft hij toch Boes uiteindelijk nog maar een handje. Maar slaat hem een keer tegen de spelerstunnel aan. Hij is niet blij. Niet tevreden met deze wissel. Ik snap ook niet waarom ik hem eraf haal. Aangezien dat er toch wel een speler bij Helmond Sport is die het... Die kan het verschil maken. Ook al is het maar één minuutje, één kansje. Maar ik denk toch dat Boes niet tevreden is over de nummer 10. Nee. Zeker, want het is FC Eindhoven, Jochem Zand. Krijgt hier een beuk van je welste.
Of een invaller. Jorrie Thomas. Spits, die geeft eigenlijk. Het is wel een beuk van hier tot Tokio, maar. Nou, uit van Jansson, ja, de luchtmacht gaat ook weer wat ervoor wat Jason blijft achter is natuurlijk op de kleinste. Ja, zijn die neemt, dan kan hij maar beter achterblijven. toch wel een trap heeft om. Jans gaat inbraaien de bal. Bart Niemans loopt in, maar het bal gaat achterin via Andervoort die de bal voorzet. Icapozo wordt bereikt, kan wat rommelen daar, maar bereikt hij niet. Met schot! Dan is hij ook net naast boven, richting veranderd. Ja, heel jammer dit. Schot op goal en Icapozo die de bal raakt. Het lijkt over claim to corner, maar krijgt deze niet. Volgens mij was Pozo die de bal raakte. Jan Poorstiet wint zich op aan de zijkant. Maar... ja, het is een gevaarlijk moment. Ja, het gevaarlijkste moment van de tweede helft. Zeker bij zo'n schot op goal. Het wordt aangeraakt, veranderd van richting. Keeper is dan altijd eigenlijk kansloos. Als je op goal is, dan valt zo'n bal gewoon binnen. Ja, het is een lange bal. Wordt onderschept door Biemans. En nu op de douche. En Eindhoven kan weer gaan opbouwen. Via Jackie Donkor met zijn Rosmalen aan de linkerkant van het veld. Zijn pasbereik niemand helaas. Ondertussen nog een minuut of vier op de klok. Je moet even opletten daar achterin. Zeedorf, Ruud die Jason Roos bereikt. En hopelijk dat de gevaar nu weer geleken is. Jackie Donkor wordt bereikt, verliest het duel. Keulen kan daar de overnemen met rijdt hij op stroom. Het gevaar nu uit voor aan de bal. Keulen gewoon weer. Maar gaat de bal naar achteren bereiken, die ook weer naar achteren bal draait. Terug. Is toch verloren een beetje. Die probeert nu via de linkerkant, via het zeepak, om ook te komen. Voilà, Bastiaans gaat de combinatie aan met de zeepak. Die gaat langs gaan. Dan komt er ook langs bij Conor Seedorf. Nee, de zeepak heeft niet zo'n fijne techniek. Nou, we wel moeten letten is dat we nu geen gekke dingen gaan doen in de 16 meter. Dat we geen domme penalty tegen gaan. Nee. Dan krijg je even afkloppen. Maar, oh, een gemiste onderschepping van Jesse Hendricks. Wat Hendricks krijgt. Zijn voorzet strand eigenlijk in de voeten van Rosmalen. Ruud zet ze jongens nog eventjes op scherm. Voor die laatste minuten. Dat we zeker geen doelpunt tegen gaan krijgen. Lange inworp voor Jordi Thomassen die eigenlijk de bal over zich heen laat stuiten. Ruud de bal makkelijk kan aannemen. Die speelt allemaal voorin, kan dat opdribbelen. Keersmaker komt de bal halen, Seedorf vertrekt, krijgt de bal mee van de Keersmaker over de rechterzijde. Kan kijken of er iemand voor is. Geeft de bal voor naar Jackie, middenomhaal. Maar die net niet over het hek, helaas. Dat we bij de achterburen in de puinbak. Acrobatische move van Jackie Donkor inderdaad. Die met zijn inzet niemand weet te bereiken. Of met de Don niet weer te bereiken. Nee, zo, ik ben een beetje in te kakken van deze wedstrijd eigenlijk. Terwijl nog een minuutje of vijf te spelen is. Goed, Stijn van Gas van lange bal. Duel Jordi Thomassen met Bart Niemans die dat eigenlijk vrij simpel wint. Maar goed, bereikt niet. Diepe bal van Thomas. Seedorf met een omhouden buiten ruimen. Maar kom bij Duivenstein. Verzonnen voorzichtig in de bal wegzet, maar de Keersmaker is gelijkt. Kan de bal afschermen. Moet toch wel gevaarlijk dat de Keersmaker daar de Keersmaker op de achterlijn. Gevaarlijk, maar we houden de bal bezit. Moet de arm voor even minder geduld en gooit de bal naar voren toe. Moet flink aan het schreeuwen om de jongens naar voren te doen en dat ze opletten blijven. Dat we niet in de laatste twee minuten een doelpuntje terugkrijgen. Zeker niet. Het is toch Helmut die nu wat aandrang heeft op het doel van FC Eindhoven. Alweer voor die ruimte bereikt Pozo. Keersmaker speelt de bal diep om weer Jackie Donkor te bereiken. Maar rijdt het aan de bak. Jackie. Gaan Jack. Met Jackie. Maar helaas, Jackie kan er niet bij. De bal wordt bij Verrassel teruggespeeld. En Verrassel bal de bal richting Jesse Hendricks. Lijkt bij het spel te staan. Ja, niet verwacht. En dan kan Helmut misschien iets gaan creëren. Via Bastiaans aan de linkerkant. Kijk naar 16. Wat gaat hij doen? Speelt, geeft de bal mee aan Thomas en aan Duivenstein. Schot van Duivenstein gaat via aanval. Corner.
aan de vorige misschien ook goed. Oh, die bleef hangen. Nee, tering. Nee, die bleef hangen in het kunstgras. Schreeuwt uit de lijn. Niet goed. Maar een visser sprint nou richting de mandekker. Schreeuwt uit de lijn. Nee, bleef echt zoals Natje Unova vorige week bij Jong Ajax in het gras bleef hangen. Blijf nou ook gewoon aan voor. We hebben geen wissels meer. We hebben geen mogelijke wissels meer. Dus dan moeten we met 15 wisselen. Een derde wissel hebben we. Moment. Oh ja. Je hebt drie wisselmomenten. We hebben voor aangeslagen de hand. Laten we hopen dat het meevalt met de blessure. 5 minuten blessure tijd in ieder geval. We zitten alweer. Het lijkt goed te gaan. Montres geeft eigenlijk aan van oké, we wachten er even. Maar Amervoort toch staat alweer. Staat weer gelukkig. Hint wel wat op zijn rechterbeen, wat hij net op een ding. Even kijken. Krijgt de schuurbehandeling van Malon. Even kijken wat het inderdaad doet. Tussen corner en godverdomme! En eigenlijk uit het niets. Uit het niets. Organisatie weg bij Helmond Sport. En ja, wat kunnen we erop zeggen? Ja, niks. Ruud stapt hier goed uit, Diemans verdedigt hier goed. Ja, dus en de bal kan vrij binnengekopt worden. In de 90 minuten gewoon in blessure staan. Loopt weer tegen Donner. Gewonnen goal. Nee, het is de speelminuut. Nog eens een minuut. En dan uit zo'n corner waarbij de organisatie weg is. Valt hij binnen. Ja, dit mag niet gebeuren. Bizar hoe slecht de organisatie stond bij het wegvallen van Moene aan. Lijkt er eigenlijk niemand op te staan om dacht kunnen verdedigen. Maar ja, wat een bizarre kutgoal. Onvoorstelbaar dat je het zo toch nog even weggeeft hier. Zo onnodig. Kijk even naar de telefoon bij mijn buurman. Ongelooflijk, stond compleet in mijn binnen te kloppen. Alex van Horenbeek. Ruud laat, die man die het niet handelt, zo te zien. En vrije kopman. Ja, onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar dat je het zo weggeeft. Alweer voorhint, nog echt gaat hij wel weer het veld in. Gaat ook weer het veld in, zal toch weer als pion blijven staan achterin om ballen weg te gaan. Kan hij er nog uitlopen? Maar hij loopt echt heel moeilijk. Maar ik ben blij dat hij in ieder geval dat hij loopt. Dat is wel iets. Eindhoven gaat met 10,5 nu spelen. Alweer voor daar achterin loopt echt heel moeilijk. 1-0 achter. In de zuurtijd zal een minuut of 4 nu zijn. En dan lopen we toch tegen dat doelpunt weer aan. Ja, eigenlijk niet. Nou, corner Eindhoven, misschien dat hier nog maar iets mogelijk moet zijn. Zo jammer dit. Ja, dit is echt bizar. Zo jammer. Ander voorweg in de organisatie en meteen valt die bal binnen. Zo. Mag niet gebeuren. Mag echt niet gebeuren. Jack Donker valt nou bij Bielans voor de voeten. Helmond Sport verdedigt half uit, de bal bij Brian de Keersmaker. Die Jason Baruch terug in speelt. Ondertussen gaat Thomas Dahl voor ons staan, waardoor we dus helemaal niets meer zien. Seedorf aan de rechterzijde zet de bal voor en bereikt dan weer voor die toch wel weer wat aan het lopen laat te zijn. Goed, Eindhoven maakt haast aan de rechterzijde in Colin Seedorf. We proberen toch nog eventjes wat druk te zetten om die gelijkmaker te maken. Laten we hopen dat we nog binnen kunnen krijgen. Kopbal. Helmond Sport. Eigenlijk onverdiend die 1-0. Dat je hem toch zo kan weggeven. Goed, we hebben nog een minuut of twee, drie misschien. Ja, Jasper Dallas is heel verkeerd. Ondertussen Zepa maar weer eens aan een bal, want die neemt natuurlijk ook zijn tijd. Ondertussen Jason met de man in de rug. Thomas die er een tweede bij komt. Ruud redt. Ah, Swinkels weet eens inzet van een van de Bastiaans te redden. De bal meteen naar voren. Niemand is in sprint achter die bal aan. De bal wordt geen bereik aan de rechterzijde uitgekopt.
was Van Rijken niet, was Van Hollenbeek. Goed, maakt niet uit. Nou, misschien heb ik nog 1 minuutje om nog iets te doen. We zijn dicht. We moeten wel met een beetje tempo volgen. Gaat gooien, misschien toch wat verder in Worp. Ander voor roep, gooi maar. Misschien dat we hem kunnen verlengen. Jason Seedorf. En weer een inbal. Zo te zien, dat spel gaat door naar de rechterzijde. Het zal nog secondenwerk zijn voor Gassel. Heeft de bal ondertussen. En de scheidsrechter fluit af. Een oerkreet hier in het stadion, de Braak. Helmersport. Helaas de 1-0 van vasthouden. Yes. Na een corner die eigenlijk nooit binnen mag vallen. Heel jammer dat we nu de wedstrijd toch af hebben gegeven. En ja, het lijkt wel of Helmond kampioen is geworden. Ja, maar heel vervelend. Echt heel vervelend. Heel teleurstellend. Heel erg bedankt voor het volgen. Ja.